Allemaal hartelijk welkom op deze vergadering van de raadscommissie van de gemeente Ommen. Mensen op de publieke tribune, allemaal hartelijk welkom. Commissieleden allemaal hartelijk welkom. En ook de mensen thuis die meedoen via het internet, allemaal van harte welkom. Op de agenda staat inventarisatie van insprekers. We hebben 3 insprekers met betrekking tot het eerste onderwerp, beeldkwaliteitsplan De Vlierbrink. Zijn er verder nog mensen die zich willen melden voor het inspreken? Niemand. Dan denk ik dat de agenda vastgesteld kan worden zoals die is voorgelegd. En dan heb ik nog de inventarisatie van de rondvraag. Wie heeft er iets voor de rondvraag? Niemand. Dan gaan we over tot agenda punt 3, gebruikmaking van het spreekrecht. En dan vraag ik de heer Ruys om naar voren te komen. Daar staan. En u hebt 5 minuten, meneer Ruys. Ja, dan moet ik zelf van stapel gaan. Is mijn eerste keer inspreken. Het probleem waar ik tegenaan loop is dat ik sinds 2001 inwoner ben van de gemeente Ommen. Met veel plezier. Er is nu een mogelijkheid om te gaan bouwen in de Vlierlanden. Nou, dat past ons wel. Dus dan word je getriggerd door de advertenties van de gemeente van er wordt gebouwd in de Vlierlanden. Alles mag, niks is aan beperking onderhevig. Dus wat hebben we gedaan? 20 april 2014 hebben we ons aangemeld als zijnde belangstellende. Dan gaat het traject gaat verder. Er wordt aangegeven van er is een kennismaking in de kantine van OVC. Jongens, bewoners, hè, wees welkom. Dit wordt jullie toekomst. Je mag je droomhuis bouwen. Het is geen probleem. Alles mag. Niks is, wordt tegengehouden. Prima. Je gaat verder. Er wordt door de gemeente gezegd van zorg dat je de kosten in beeld hebt. Weet wat je wilt gaan bouwen. Omdat wij graag ook duidelijk willen weten of je door kunt gaan alvorens de verkaveling plaatsvindt. Helemaal prima. Je gaat met een architect om tafel. Het is zelfs dus in het kavelgesprek van 8 april 2015. Ja, daar hebben wij met een architect in opdracht van de gemeente, of in opdracht, maar die zat daar namens de gemeente, hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt. Die zijn netjes vastgelegd door de gemeente, of door de architect moet ik zeggen. Die zitten in ons dossier. Daar staat heel duidelijk ook bij de wensen. Ik zal ze u voorlezen. De achtertuin op het zuiden. Bij voorkeur vrijstaand, 2 lagen plus een kap. Traditionele hoofdvorm qua uitstraling. Kavelvorm mag afwijken, achtertuin liefst vrij, geen rij aan achterzijde. Architectuur liefst geen extreme verschillen met de buren. Plek is belangrijker dan de vorm van de kavel. Wat hebben wij meegegeven naar de architect? We hebben deze tekening meegegeven aan de architect. Ja? Ik weet niet, sommige mensen betitelen dit als een notariswoning. Prima, dat was hetgene wat wij graag wilden bouwen op dat moment. We zijn naar de verkaveling geweest voor de gesprekken, of voor de vlaggetjesronde, om het zo maar te noemen. Daar hebben wij tot onze, hoe moet je zeggen, wij waren zeer blij dat wij de kavel die wij graag wensten, dat we die mochten hebben als optiehouder. Daar waren wij de eerste optiehouder op, nadat de 2 anderen afgevallen waren. Helemaal blij, vol enthousiasme. Wij gaan daar onze droomwoning bouwen. Zoals de gemeente ons ook voorgespiegeld had. Het wordt jullie droomwijk. Jullie mogen bouwen wat jullie willen. Helemaal prima. De kavel die is er. We tekenen een optie bij de gemeente. We betalen €750 aan de gemeente. Ja, want wij willen de optie graag op die kavel hebben. Wij willen daar onze droomwoning bouwen. Zo gezegd, zo gedaan. Vervolgens komt er van het woonteam komt een mail. Eind september was dat. Ja. Het beeldkwaliteitsplan is ook in concept daar. Beeldkwaliteitsplan, nou prima, geen probleem. Alles mocht van de gemeente, dus dat zal wel loslopen. Kijkt de architect ernaar, die zegt, nou, landelijke woonstijl. Ja, we zouden in een landelijke omgeving gaan wonen. Maar we zouden, is nooit gesproken door het woonteam of door de architecten, dat het een landelijke bouwstijl zou moeten zijn. Ja, zegt de architect, ik weet niet of jullie woning dan wel mag. Ik zeg, nou oké, we passen hem wat aan, omdat wij, gezien de plek waar wij zitten, een iets ander aanzicht wilde hebben. Zo gezegd, zo gedaan.
afspraak gemaakt met de stedenbouwkundige. En vervolgens wordt gezegd, ja nee, maar dat lijkt nergens op, dat kan niet. Er zit een verticale lijn in, die moet eruit. U heeft eigenlijk twee woonlagen, dat mag niet. Dan zeggen we, ja luister, vanaf het begin is er gezegd twee woonlagen met een kap. Een hoop discussie natuurlijk, maar je wordt gewoon terugverwezen om maar de zaak aan te passen. Waar gaat nou mijn probleem of ons probleem in feite om? Of wij hebben toen ook bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan. Waarom? Omdat de procedure die men volgt, waarvoor men dan netjes in de reactie zegt van ja, sorry, het had anders gemoeten, het had beter gemoeten. We zijn misschien niet helemaal duidelijk geweest. Maar de mensen die met veel enthousiasme begonnen zijn aan de Vlierlanden, daar hun droomwoning wilden bouwen en konden bouwen volgens de gemeente, die krijgen vervolgens nul op request. Het is zelfs zo dat er mensen zijn die de kavel teruggegeven hebben omdat ze de woning niet mochten bouwen. Terwijl alles nog onder voorbehoud was van het beeldkwaliteitsplan, zoals er gezegd wordt. Nou, dat is dus waarvoor ik hier sta en waarvoor ik van mening ben dat de gemeente moet zeggen van het beeldkwaliteitsplan wat er ligt van tafel. Het is een heel mooi beeldkwaliteitsplan, alleen het is te laat kenbaar gemaakt aan de optiehouders, waardoor ik kosten heb moeten maken en nu dubbele kosten mag gaan maken, omdat ik een tekening moet aanpassen, omdat de wensen, nadat je met het spel bezig bent, kenbaar gemaakt worden. En dat is iets wat mij van de gemeente Ommen zeer tegenvalt. En dat neemt ook een heel stuk plezier weg bij de mensen die graag zouden willen bouwen aan hun droomwoning. Nou, die droomwoning, dat er zaken aangepast moeten worden, dat zij zo. Alleen het is niet volgens de speelregels. En als ik dan kijk naar de politiek, dan zeg ik politiek, jullie hebben het beeldkwaliteitsplan in feite gewoon af te keuren, ondanks dat er een heel mooi beeldkwaliteitsplan ligt. Je kunt zeggen van het is verankerd aan het masterplan zoals aan gerefereerd wordt. Helemaal prachtig, mooi en aardig. De mensen die willen bouwen, die willen ook voor een deel wel een notariswoning bouwen. Nee, wordt er gezegd, er mag geen notariswoning worden gebouwd. Als we dan praten als gemeente, jullie mogen hier bouwen wat jullie willen, je droomwoning, en driekwart van de mensen die wil een notariswoning bouwen, dan denk ik gemeente, we slaan de plank mis door te zeggen van een notariswoning mag niet, we hebben een beeldkwaliteitsplan, daarin staat dat het misschien anders moet. Nou, pakken we het beeldkwaliteitsplan erbij. Als we dus de 10 regeltjes pakken die er staan, ja, onder 3.1, daar staan de regels waar je aan moet voldoen, kun je nergens uit opmaken dat een notariswoning bijvoorbeeld niet zou mogen. Ja, en toch zegt de stedenbouwkundige of de stadsbouwmeester, nee, notariswoning, dat mag niet. En daar wringt hem de schoen. Men is niet duidelijk in het spel wat de voorwaarden zijn. En al zeker niet, omdat wij als optiehouder, wij hebben de keuze al gemaakt, moeten maken, wat zei ik, op 8 april. Toen moesten wij al weten wat de kosten waren. Toen moesten wij al weten welke woning dat we gingen bouwen. Dat is kenbaar gemaakt, is doorgerekend. En vervolgens kom je dus eind september, begin oktober, dat de gemeente zegt van ja, we hebben een beeldkwaliteitsplan. We refereren naar het masterplan. Het masterplan is vastgesteld in 2014. Ja, en daarin is landelijk wonen, landelijk vormen, noem al maar op. Ja, hele mooie verhalen. Maar sluit nou als gemeente aan bij de praktijk. Wie wil er bouwen? Wat willen ze bouwen? Ja, en als mensen een notariswoning willen bouwen, of ze willen iets anders als wat men nu voor ogen heeft, laat ze dat bouwen, omdat je de mensen het plezier ontneemt. En het is toch van de zotte dat mensen bedanken in Ommen en naar Dedemsvaart gaan om daar te gaan bouwen, omdat hier de eisen die heel erg ruim zouden zijn, niet zo ruim zijn. Dan denk ik, Ommen, gemeente, sta voor je mensen, ja, voor je toekomstige bewoners van de Vlierlanden. Zo is het voorgespiegeld. Ja, ik heb alle stukken meegenomen waar je kunt lezen, jullie mogen je droomwoning bouwen. En voorwaarde is never nooit genoemd aan ons. En dat is waarom ik hier sta en pleit om te zeggen, beeldkwaliteitsplan zal een streep doorheen moeten, omdat het niet is conform het vertrekpunt waar het spel begonnen is. En dan zeg ik beeldkwaliteitsplan aan de kant en laat de mensen die hun eerste woning daar getekend hebben, ja, die de eerste optiehouder zijn op de kavels, laat die hun woning mogen bouwen. En ik garandeer u, dat zal misschien in 1% van de gevallen een heel extreem geval zijn, maar kijk ik op andere locaties in de gemeente Ommen, dan zie ik wel meer bijzondere creaties, dat ik denk van hoe zijn die er doorheen te krijgen. Dus ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen en dat u eens tot een nader keuze wilt komen om op praktische manier met het beeldkwaliteitsplan op te gaan.
En niet zo flauw zijn door te zeggen van ja, sorry, we hebben een foutje gemaakt. Het had niet de schoonheidsprijs, maar hè, we laten het proces verder gaan. Want dat is dus de reactie die wij gekregen hebben op 9 bezwaren. En dan moet u zich realiseren, er waren 30 optiehouders die konden bezwaar maken. Omdat daar speelde het in eerste instantie. Bij die 30 optiehouders zijn er 9, oftewel 30% zeg ik dan even afgerond, die dus bezwaar gemaakt heeft. En daar vind ik niet dat je die zomaar van tafel kunt vegen door te zeggen, ja, de procedure is niet helemaal goed gegaan. Ja, sorry, foutje, bedankt. Dat vind ik geen politiek bedrijven. Ik vind politiek bedrijven is zorgen dat je voor je burgers de staat, je maakt je burgers lekker, ja, je houdt ze een worst voor, je zorgt dat ze investeren, je zorgt dat de economie draaiende blijft. Dan moet je niet halverwege het spel gaan zeggen van ja, dan gaan we de regels nog wat aanpassen, gaan we weer terug naar die architect, maak nog maar een keer de kosten, want dat is wat mij en een aantal andere mensen tegen de borst thuis. Ik hoop dat ik binnen de 5 minuten een mooie afronding, meneer Ruijs. wie van de commissie heeft een vraag voor meneer Ruijs? De heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de vraag die ik eigenlijk heb, en u noemde zelf al het masterplan De Vlierlanden. Wanneer is bij u bekend? Wanneer was u bekend met dat plan? Dat is voor mij even een vraag. Niet eerder dan het beeldkwaliteitsplan in Concepta was. Daar werd aan gerefereerd aan het beeldkwaliteit, of aan het masterplan, wat eind 2014 door de gemeente geaccordeerd is. Ja. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Ruijs heeft het gezegd op 8 april 2015 was het kavergesprek. U heeft €750 moeten betalen om die optie. Ja. Het plan, pak eventjes zoals het er nu voor ligt. Ik geef geen mening nog, maar u heeft waarschijnlijk nu extra kosten. Maar heeft u enig idee om wat voor een bedrag het gaat van die extra kosten? Ik heb van de architect een nota gekregen van €2000. Oké, dat was het. Dank u wel. Ja. Maar het gaat mij nog niet eens zozeer om de kosten. Het gaat er mij om dat je tijdens het spel de regels aanpast. Mijn vraag is al gesteld door mevrouw Schunselaar. De heer Dunnewind. Meneer Ruijs, spreekt u namens uzelf of namens de overige bezwaren ook? Die de bezwaren hebben ingediend. Ik zei hier op persoonlijke titel. Ik weet dat er 9 bezwaren ingediend zijn, maar de strekking van die 9 bezwaren uit de uitspraak van de commissie die dat beoordeeld heeft, staat dat het allemaal een gelijke strekking is. Nou, u heeft allemaal kunnen lezen wat erin staat. En in principe is de strekking daarin ten alle tijde dat de procedure niet juist of niet, ja, niet juist wordt gehanteerd. Oké, dan mag u plaatsnemen op de tribune. En dan de woordvoerder van de familie Zanding. Nou, eigenlijk sluit ik mij helemaal aan bij die meneer, want die heeft het echt perfect verwoord. Zo knap ga ik het echt niet doen. Ik sta hier ook heel anders, denk ik. Ik sta hier echt met zenuwen, maar toch maar. Maar nou, ook wij hebben meegedaan met de allereerste ontwerpsessie. En dat was dinsdag 9 december 2014. En nou, in de krantenknipsel stond het eigenlijk gelijk al. Wat voor soort woning wilt u? Puzzelen aan uw eigen droomhuis. En natuurlijk kwamen ook de type woningen en de architectuur aan de orde. En met de afwisselende bouw en een diversiteit aan mensen. Nou, het zegt natuurlijk al genoeg. En bij de ontwerpsessie kon je dan ook via foto's aangeven welke woning je wel of juist niet naast je of tegenover je wou hebben. Diverse foto's, onder andere landelijk, maar ook zeer moderne foto's werden laten zien. Waarom zou je moderne huizen laten zien als je toch niet modern mag bouwen? Juist doordat we alles mochten bouwen, sprak ons dit ontzettend aan. Ook 8 april hadden wij het kavelgesprek. Nou, hier was het de bedoeling dat je aangaf wat voor soort huis je wou bouwen. Je moest echt goed voorbereid zijn. Nou ja, we hebben dat ook heel goed gedaan. We hebben alles laten zien. We wouden een beetje een modern, eigentijdse woning. Onze architect zei nog tegen ons dat het echt een uniek plan was. Dat je alles mocht bouwen. Nou ja, wel in de normale waarde. Dus geen roze woning of zo, maar oké. Nou, dus leken wij het ook heel normaal, als het niet had gemogen wat wij mochten bouwen, want je moest het inleveren, dat we daar in ieder geval toch een berichtje van zouden krijgen. Nou,
We kregen de pre-optie en het tekenen van de optie. En nog steeds was het niet bekend wat je dus echt wel of niet mocht dan. Wij hebben hier heel veel energie en tijd in gestoken. En we balen er dan ook enorm van als het landelijk zou moeten. Omdat we dan eigenlijk alles voor niks gedaan hebben. En ook inderdaad het kostenplaatje wat je erbij krijgt. Dan komt het beeldkwaliteitsplan in zicht. Nou, dat was voor ons dus ook echt schrikken. En wij hadden ook gehoord dat iemand de kavel had afgezegd. En ook dat hij begrepen had dat er eigenlijk van begin af aan al bekend was dat er landelijk gebouwd moest worden. Nou, dan hebben wij zoiets, speel dan geen poppenkast met ons. Dan wisten we waar aan toe waren, hadden wij in ieder geval niet meegedaan. Dan, ja. Dus de conclusie is eigenlijk van ons wel van, er zijn 9 bezwaren van toen rond de 30 pre-optiekavels. Nou, dat vind ik al heel veel van 9 van al die kavels. Even kijken hoor. Er waren inderdaad ook hele mensen bij met hele moderne woningen. Dus die hebben het dan allemaal blijkbaar verkeerd begrepen. Lijkt me ook niet goed toe. En wij denken van, als de gemeente dan toch landelijk wil doen, wij hadden liever gezien dat de gemeente het centrum in oude stijl had gelaten. Want ze bouwen het oude gerechtsgebouw heel mooi na. We hebben een heel mooi oud postkantoor. En dan zetten ze er een modern vechtpodium naast. Nou, snapt u het nog? Ik niet. Want dit is het aangezicht van Ommen. En de wijk, die is waar wij als mensen komen te wonen. En dan lijkt me toch heel normaal dat je toch een beetje mag bouwen wat je zelf graag wilt. En sowieso, we wonen in het jaar 2016. En ik vind landelijk wonen heel mooi, maar ik denk het moet ook niet te landelijk gaan worden. Want straks moeten we nog met paard en wagen naar ons huis toe gaan. Dus ik hoop echt dat wij mogen bouwen wat we graag wouden bouwen zoals het ons voorgeschreven is. Dank u wel. Vragen voor mevrouw Zanding. Ja. Er zijn geen vragen voor u. Dacht ik ook. Dank u. Er komt nu mevrouw Ruis namens de familie Pardoen. Goedenavond. De familie Pardoen kon hier vanavond niet aanwezig zijn. Heeft ons een mail gestuurd en gevraagd dat als we de kans zouden krijgen deze voor te lezen. Dus bij deze ga ik dat doen. De heer Pardoen schrijft. Ik ben op grond van de gewekte verwachtingen met betrekking tot dit plan, heb ik bezwaar gemaakt tegen de pas in de laatste instantie opgelegde en niet besproken beperkingen met betrekking tot de architectuur van ons huis. Het worden landelijk in samenhang met de architectuur en stijl van ons huisontwerp had mij zeker weerhouden van het deelnemen aan dit project. Als er met landelijk ruimte voor natuur en groen bedoeld wordt, dan ga ik zeker wel akkoord. Geen asfaltjungle, geen betonwijk, geen hutje-mutje opeenstapeling van eenvormigheid. Ook de begeleidende architect van dit plan heeft mij verklaard hooglijk verbaasd te zijn over deze toevoeging, terwijl we al in een vers stadium waren. Namens de heer Pardoen. Vragen van de commissie? Dit dus. Nou, okay. Ik ken hem heel goed. Dit is eigenlijk wel wat. Goed, dan mag u weer plaatsen op de tribune. En dan gaan we met de commissie dit onderwerp behandelen. Wie van de commissieleden wenst het woord te voeren? Mevrouw Schunselaar. Ik moest hem even weer bijpakken. Ja, dank u voorzitter. Kijk, als ik in een stukje lees dat, en dan citeer ik even letterlijk, de aangegeven welstandscriteria onvoldoende zijn om sturing te geven aan een duurzame en aansprekende woonwijk, zoals de bedoeling was, dan heb ik hierover toch een aantal vragen. In de raadsbrief lees ik dat iedereen gevraagd had om met het Ommeland op het netvlies een woning te ontwerpen die bijdraagt aan het landenkarakter van de Vlierlanden. Jammer dat het beeld, wat we vanavond ook al een aantal keren gehoord hebben, alles kan in de Vlierbrink, voor de geïnteresseerden in de praktijk, anders ligt. En waar ligt dat aan? Tweede vraag is dat er dan ook de reden geweest om nu samen met het Oversticht voor de Vlierbrink een nieuw beeldkwaliteitsplan op te stellen? En de volgende vraag, ik heb al een aantal gehoord, hoeveel opties voor de woningbouw waren er en hoeveel zijn er op dit moment? Met andere woorden, wat is er al teruggegeven? Ik heb van meneer Ruis gehoord over de kosten.
En ik kan me ook wel voorstellen dat de mensen wat extra kosten hebben gemaakt, zeker die al een optie hadden. Kunnen deze kosten ergens verhaald worden? En tot slot zou ik graag willen weten de duidelijkheid van de stadsbouwmeester in dit hele proces. Was deze stadsbouwmeester vanaf het begin af aan bij dit proces betrokken? Dit waren mijn vragen. Dank u wel, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Over de communicatie hebben we het al in een en ander gehoord en ook gehad. Nou, dat behoeft geen verdere duiding. Als het gaat om het beeldkwaliteitsplan, ook bij het vaststellen van de masterplan hebben wij al aangegeven over de vrijheid van bouwen. Het ging onder andere over particulier opdrachtgeverschap, over de vrijheid om je eigen woning te bouwen. Dus nou, dat gaat ook over een stukje communicatie. En als ik dit dan lees, hoe dit beeldkwaliteitsplan is opgezet, dan gaat het daar heel erg duidelijk uit van een landelijk dorpskarakter. Zelfs op zo'n manier dat je van buiten naar binnen eerst in een soort boerderijvorm, een soort boerderettenvorm moet gaan zitten. En daarna ga je meer naar een stadskarakter. En dan vraag ik me toch echt af waar dat voor nodig is. Er zijn toch ook voorbeelden in Ommen, ook in het buitengebied, waarbij je schitterende woningen hebt die in de stijl van bijvoorbeeld Frank Lloyd Wright zijn gebouwd in de jaren 30 in Ommen. En die perfect opgaan in het landschap. En die zeker afwijken van het landelijk dorpskarakter. Maar dat het alleen maar op die plekken veel mooier op is geworden. Dus vanwaar deze zeer stringente eisen. En waarom die meer vrijheid voor te bouwen zoals men dat zelf wil. En de angst dat je dan echt een wirwar krijgt van bouwstijlen. Die lijkt mij volledig ongegrond. Want daar hebben we heel veel voorbeelden van. In Amersfoort en in Enschede, en ook in andere gemeenten. Voorzitter, tot zover. De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, eerlijk gezegd was ik in eerste instantie begonnen met het beeldkwaliteitplan om dat te bestuderen. En toen had ik zoiets van, goh, dat ziet er hartstikke leuk uit. Niet wetende natuurlijk, helemaal de verhalen horende, hoe het een en ander tot stand was gekomen. Natuurlijk hadden we een masterplan vastgesteld. Nou, toen was de LPO al vrij kritisch, omdat we bang waren dat het wel eens heel lastig zou kunnen worden om de wijk vol te krijgen. En als er dan vervolgens toch 30 zijn die daar een optie op nemen, dan denken wij van, nou, misschien zaten we er toch naast en is er toch meer vraag dan wij in eerste instantie hadden ingeschat. Dan is het natuurlijk heel spijtig om nu te horen dat 9 daarvan min of meer toch hun kavel of gaan teruggeven of in ieder geval toch zwaar teleurgesteld zijn in de mogelijkheden. En dan kijk je nogmaals naar het beeldkwaliteitplan en ook daarin zitten toch een aantal referentiebeelden. En ik hoorde de heer Ruijs spreken over 2 verdiepingen en een kap. Nou, ik heb hem hier voor me staan. Hij zit toch heel duidelijk in het beeldkwaliteitplan, 2 lagen en een kap. Dus dan denk ik van ja, het is niet direct een notariswoning wat ik hier voor me zie, maar toch wel duidelijk binnen de criteria zoals zij die hadden opgegeven wat ze hadden willen bouwen. En dan kom ik toch misschien bij wat kritischere vragen. We hebben hier een fantastisch woonteam opgezet. Daar is hoog van opgegeven. Er is hard aan getrokken, er is hard gecommuniceerd. In ieder geval heb ik regelmatig mailtjes gehad en oproepen om me eventueel aan te melden. En dan denk ik van ja, dan is het toch jammer dat degenen die zich wel aangemeld hebben blijkbaar onvoldoende in dat proces zijn meegenomen. En dan stel ik toch de vraag, hoe kan het dat het woonteam blijkbaar daar onvoldoende informatie over gegeven heeft? De rol van de architect en het oversticht is dan toch wel erg onduidelijk. Want vanaf dag 1 heeft er blijkbaar een architect bij gezeten waar de plannen zijn ingediend. Dan denk ik van ja, als dat niet vooraf goed is afgestemd, dan levert dat tot heel veel frustratie, heel veel extra kosten en in deze commissie tot heel veel extra vragen. Tot zover, voorzitter. De heer Wendt van de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Ja, goed, voorligt dus het beeldkwaliteitsplan De Vlierbrink. En laten we ook als ChristenUnie maar beginnen met te zeggen dat wij het ook betreuren dat er toch het een en ander mis lijkt te zijn gegaan in de communicatie naar de potentiële bewoners van deze wijk. Dat heeft toch wel weer voor de nodige onrust gezorgd en dat vinden we eigenlijk wel heel jammer. Want het zijn op zich mooie plannen. Maar misschien kan de wethouder hier nog iets over zeggen straks. Na het lezen van de stukken hebben wij ook nog wel wat vragen en opmerkingen. Zo is er wat gesteggel rond een voetpad. En de vraag die wij daar dan bij hebben is of het de komst van dat voetpad, of dat nog een onderwerp van discussie is, ja of nee. En zo nee,
Of er dan ook nog wordt gesproken over de exacte invulling daarvan. Dus hoe dat voetpad er dan uit gaat zien en wat voor vorm dat dan gaat krijgen. Want dat is ons nog niet helemaal 100% duidelijk uit de stukken. Vervolgens zouden we ook willen aanraden om in ieder geval de foto die rechtsonder op pagina 12 staat, om die te vervangen of in ieder geval aan te passen. Want daar staat op de achtergrond toch echt zo'n cubistische woning. Dus dat zou nog wel eens wat tot verwarring kunnen leiden. Dus dat moeten we toch zien te voorkomen. En als laatste zouden we willen opmerken dat er, kijkend naar het verkavelingsplan, dat er wel erg weinig ruimte lijkt, ook in dit plan, voor sociale woningbouw. En volgens de ChristenUnie is er bij eerdere besprekingen door de Raad een duidelijk signaal afgegeven dat er in de Vlierlanden vraaggestuurd gebouwd zou moeten gaan worden. En met de nadruk dan op sociale woningbouw, gezien het schrijnende tekort aan dat type woningen. En ook zouden de vesten daarbij betrokken worden. Dus wij zijn wel benieuwd hoe dat zit. En voorzitter, tot zover in de eerste termijn. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Heel veel zaken zijn eigenlijk al aangehaald wat het CDA betreft. Ook de communicatie en de volgtijdelijkheid in de procedure. Er zijn verwachtingen gewekt en hoe gaan we daar dan mee om? En waar het CDA ook benieuwd naar is, dit is nu gebeurd en hoe gaan we dit in de toekomst doen? En hoe gaan we dat beter doen en voorkomen? Als we naar de insprekers hebben geluisterd, dan zien we dat er dus inderdaad verwachtingen zijn gewekt. En mijn vraag is dan ook aan de wethouder, was de wethouder op de hoogte van het feit dat de spelregels zijn veranderd terwijl het spel werd gespeeld? En is de wethouder eventueel bereid om het beeldkwaliteitsplan terug te nemen en in overeenstemming te brengen met de gewekte verwachtingen? En dan het laatste wat het CDA betreft, de kosten. Wat ook aangegeven is, de extra kosten die gemaakt zijn door sommige bewoners. Hoe gaan we daarmee om als gemeente? Dank u wel. De heer De Jonge. Ja, voorzitter. Even terug naar een commissievergadering van kort geleden. Daar heb ik al de vraag gesteld van hoeveel mensen zijn er afgehaakt en waarom. Daar zou de wethouder nog een brief over schrijven. Die heb ik volgens mij nog niet gezien. Dus dat zou ik wel graag willen horen van hoe dat in elkaar zit als basis voor. Want wat mij betreft gaat dit beeld kwaliteitsplan terug en komt er een nieuwe die we samen opstellen met de bewoners. Want niet alleen de burgers hebben het horen gekregen van min of meer alles mag en alles kan. Maar dat is hier ook in de gemeenteraad aan ons gepresenteerd. En dat waren wij eigenlijk als VOV zeer tevreden over. Want we hadden zoiets, moet snel ontwikkeld worden om te voorkomen dat we in de rotbrengfase komen. Dat alles er maar braak blijven liggen. En ik zou aan de wethouder willen vragen van wat zijn de mogelijkheden om toch zo snel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners. Want dat hebben we immers voorgespiegeld van alles mag, alles kan. En er zou volledige vrijheid van bouwen zijn. En als je teruggaat naar de basis waar wij het wel eens over met het GOP over gehad hebben, van minder regels. En ook eens kijken vanuit de positie van dat wij verkopende partij zijn en dat de klant ook in deze moeilijke tijden aan de andere kant zit en best wel wat mag vragen. Dus kortom van de vraag van hoeveel zijn er afgehaakt, om welke redenen kunnen we die nog binnenharken? En wat zijn de mogelijkheden om zo snel mogelijk een nieuw beeldkwaliteitsplan op te stellen waar ook de mensen die erbij betrokken zijn en in de OVC-kantine zijn geweest bij betrokken worden? De heer Mors. Meneer de voorzitter, hartelijk dank. Een groot aantal vragen die D66 had zijn al beantwoord. Alleen al door het simpele feit dat er insprekers waren. En daar willen we ons dus dan ook bij aansluiten. Maar even een aanscherping nog. We hebben vernomen dat witte bebouwing niet is toegestaan. En dat daardoor ook al een plan is afgekeurd. Dat kan leiden tot intrekken. En dan heb ik eigenlijk een vraag over de transparantie van de overheid. Bestaat er een kans dat er nu rechtsongelijkheid gaat bestaan, omdat er nu al kandidaten zijn die zich hebben teruggetrokken en die mogelijk, als de spelregels misschien worden aangepast, wel op de een of andere manier, wel of niet, toch weer binnenboord zouden kunnen komen? Die rechtsongelijkheid, van als iemand zich nu al heeft teruggetrokken, het kavel is misschien al aan een ander toebedeeld, hoe staan we daar tegenover? Het woord is aan wethouder Ter Keurst. Voorzitter, dank u wel.
De heer De Jonge heeft het over een plan dat in de raad is gepresenteerd, waarin werd aangegeven dat alles kan en alles mag. Ik ben daar niet bij geweest. Ik kan er niet over oordelen. Ik kan zelfs niet over oordelen wat wanneer precies met wie is gedeeld. Alles kan en alles mag. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat iemand die en architect en stedenbouwkundige is en die deel heeft uitgemaakt van die kavelsessies, dat hij inderdaad met deze engene gecommuniceerd heeft dat heel veel kan en dat hij zich niet zou kunnen voorstellen dat een bouwplan niet zou kunnen. Maar dat is niet onze stedenbouwkundige en dat is niet onze stadsarchitect. Dat is niet degene van het oversticht geweest. Dat is één. Twee, zie ik nog mogelijkheden om dit aan te passen? Die zie ik eigenlijk niet. Meneer Ruijs, die zei net van trek hem in en maak alles welstandsvrij. Dat kan niet, want u hebt zelf deze nota vastgesteld. Geen BKP betekent dat de welstandsnota in werking treedt. En dan hebt u te maken met het door u vastgestelde ontginningslandschap en de daarbij behorende bebouwing. Dat wil zeggen een zadeldak met een bolseinde, de dakpannen grijs of rood of riet gedekt, de kleurstelling van de stenen rood of bruin. Dat is mede aanleiding geweest om aansluiting te zoeken bij wat u vastgesteld hebt in december 2014 ten aanzien van de uitgangspunten. Namelijk, de beeldkwaliteit sluit aan bij het ontginningslandschap. Maar gelijktijdig wilde men duurzaamheid en hoge kwaliteit. Ik realiseer me te degen dat er ten aanzien van de eerste kavelsessies verwachtingen zijn gewekt die niet geheel strookten met de uitgangspunten die de gemeente voor ogen had. De beeldkwaliteit. Ik kan dat niet terugdraaien. En ik kan ten aanzien van de gemaakte kosten hier ook geen uitspraak doen. Simpelweg omdat ik die bevoegdheid niet heb. Nu stoppen, beeldkwaliteitplan zoals het nu voor ligt, terugtrekken, betekent zoals ik aangaf, de welstandsnota. Dat vind ik geen reële optie. Dan krijgen we zeker nog meer kavels terug. De vraag was, hoeveel zijn er terug? Er is inmiddels 1 kavel teruggegeven en 4 optiehouders zijn in afwachting van de vaststelling van het BKP. We hebben 43 opties en 4 nieuwe kandidaten die na een gesprek bereid zijn een optie te nemen. Hoeveel er daadwerkelijk worden afgenomen vanaf 1 juni, kan ik niet zeggen. Ik verwacht dat we heel snel, want er zijn 20 mensen die al heel ver zijn, 13 voorlopig goedgekeurde plannen op basis van de BKP, 13 inmiddels, 20 personen die 1 juli gewoon kunnen starten. En deze mensen zou ik ook een kans willen geven. Ik zou de mensen die nog steeds problemen hebben met zoals het gelopen is, alleen maar excuses kunnen aanbieden, maar het advies willen meegeven. Ga in overleg. Een van de bezwaarmakers heeft inmiddels onder voorbehoud een goedgekeurd plan gekregen. Dus zo kan het ook. Dan ga ik naar mevrouw Schunselaar. Waar ligt het aan dat alles kan, mevrouw Schunselaar? Ik weet niet waar het beeld is ontstaan. Waarschijnlijk al vanaf de presentatie. Waarschijnlijk al vanaf dat we heel snel aan de slag wilden. Gedreven door uitgifte, want de laatste uitgifte was 2006, 2008 was Alteveer. Heel erg lang zijn er geen woningen op de vrije markt uitgegeven. Gemiddeld slechts 15 per jaar. Waarschijnlijk is dat de drijfveer geweest. Ik kan dat niet volledig achterhalen. Wat ik al gezegd had, geen BKP, dan vallen we terug op de welstandsnota. Hoeveel zijn er teruggegeven? Op dit moment daadwerkelijk 1. 4 mensen hebben het nog in beraad. Dat is wat ik weet en dat was de stand van 8 februari. En 4 nieuwe kandidaten die zich hebben gemeld. Op dit moment 43 opties van de 72 uitgegeven kavels. De stadsbouwmeester mag u niet verwarren met de architect, zijnde de stedenbouwkundige die bij de sessies aanwezig is geweest. De stadsbouwmeester zit aan de andere kant van het proces. En de stadsbouwmeester is degene die aangeeft of een plan wel of niet realiseerbaar is. Daar moeten de mensen ook zijn. De nieuwe kandidaten die zich gemeld hebben, die 4, gaan ook eerst in overleg met de stadsbouwmeester om te bezien of het plan wat zij hebben de droomwoning is die realiseerbaar is op de Vlierbrink. Meneer Remmers, de referentiebeelden. Inderdaad, ik doe daar geen uitspraak over. Het zijn referentiebeelden. Ik ben geen stedenbouwkundige, ik ben geen architect, ik ben zeker geen stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester heeft daarvoor gestudeerd. En de praktijk bewijst
dat mensen er samen met de stadsbouwmeester gewoon uitkomen. En in een aantal gevallen is dat niet zo omdat gecommuniceerd is dat alles kan en alles mag. Dan moeten we dat onder ogen zien. Niets doen is wat mij betreft geen optie en het terugnemen van de BKP is ook geen optie omdat we in maart willen gaan besteden ten aanzien van de bouwrijd maken. In juni de eerste koopovereenkomsten willen gaan sluiten en jullie gewoon een schop in de grond willen zetten. Even kijken, ten aanzien van meneer Winter, het voetpad. Het voetpad maakt geen deel uit van het beeldkwaliteitsplan. Dat is openbare inrichting van de openbare ruimte. Het waren 6 mensen die een zienswijze hebben ingediend op dit terrein. Met deze mensen hebben we om tafel gezeten. Daar hebben we een nieuwe variant voorgelegd en dat is de variant van een maaipad. Dus dat is een natuurlijk pad waar door overeenlopen de weg zich vormt. 4 mensen hebben inmiddels ingestemd met het plan, volledig akkoord. 1 heeft nog steeds bezwaar, maar gezien de uitwerking is hij akkoord en 1 is niet akkoord. Dan ten aanzien van de sociale woningbouw. Gezien de verkaveling is dat hier niet mogelijk, dat klopt. Er spelen een aantal zaken. De Veste is verkennend in gesprek met de Stegen om een eerste realisatie van sociale huur te realiseren op Haven West. Ze liggen nog ver uit elkaar, maar de eerste stappen zijn gezet. Bij de Vlierlanden speelt nog iets, namelijk dat de planontwikkeling van de Veste daar nog een claim had liggen. We zijn bezig met een intentieovereenkomst dat we die overeenkomst die er lag ontbinden. Dat vindt zijn beslag in maart aanstaande. In mei gaan we om tafel ten aanzien van de definitieve planvorming, de woningbouwopgave van de Veste. De Veste heeft, en dat is inmiddels doorgegeven aan de gemeente, heeft gevraagd om een informatiesessie met de raad te beleggen ten aanzien van haar planportfolio en ten aanzien van de woningbouwplannen die ze heeft. De ruimte voor sociale woningbouw in de Vlierlanden zit in fase 2. Daarin komen de huurwoningen en de goedkope koopwoningen waarvoor we nog een projectontwikkelaar moeten selecteren. Dat zit nog in de pijpleiding. Ten aanzien van meneer Dunnewind, was ik op de hoogte? Ik was niet op de hoogte van dit traject, niet eerder dan toen we met het BKP en de zienswijze in aanraking kwamen. Waarvan ik wel op de hoogte was, was ten aanzien van de startbouw, want dat speelde in december. In december, en dat heeft ook te maken met communicatie en dat is daar ook niet helemaal goed gegaan. Een deel van de optanten was op de hoogte van dat startbouw later zou plaatsvinden dan dit voorjaar. En bij een aantal mensen was gecommuniceerd dat het gelijk in het voorjaar plaats zou vinden. We hebben daarin een middenweg kunnen vinden door te gaan voor aanpak van het gehele plan. Er worden de nutsvoorzieningen gelegd, er wordt een bouwweg, wel in asfalt, neergelegd, zodat ook in de natte seizoen bouwers en aanwonenden geen hinder ondervinden van de modderige en de verzakte wegen. En dat wordt aanbesteed in maart, zoals gezegd. En in juli kunnen de eerste gegadigden daar beginnen met bouwen. Ik heb al gezegd, het terugnemen van BKP geeft vertraging en is voor die 20 optanten die al hun woning hebben verkocht, biedt dat geen soelaas. Hoe gaan we om met de kosten? Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. Ik zal dat juridisch moeten laten uitzoeken hoe dat precies zit. En ik zal u toezeggen dat voor de behandeling in de raadscommissie, dat u daarover uitsluitsel krijgt. Daar had ik nog van de heer De Jonge staan. We hebben er, volgens mij was dat bij de begroting, of daaromtrent hebben we er ook al over gesproken. En toen had u het over een witte doos die wel zou kunnen, maar die was afgewezen als ik me dat goed herinner. Toen heb ik u toegezegd dat ik dat zou laten uitzoeken. Ik moet u zeggen dat ik daarin in gebreken ben gebleven. Ik had verwacht dat die op de LTA zou komen te staan op lange termijnagenda. Dat is niet gebeurd. Inmiddels ligt er wel in eerste concept een voortgangsrapportage. Die voortgangsrapportage, daarvan heb ik ambtelijk de opdracht gegeven dat die na behandeling in BMW, en dat zal niet volgende week zijn, maar de week erop, dat die naar de raad zal worden gestuurd. En daarin ziet u hoe wij aankijken tegen het project, de voortgang daarvan en de lessen die we daaruit geleerd hebben. Namelijk dat we verzuimd hebben om te doen aan verwachtingsmanagement. Aan de voorkant van het traject waar ik niet bij ben geweest, kan ik niks over zeggen. Wel vanaf december, de bijeenkomst in de carousel. Vanaf dat moment zijn we gaan doen aan verwachtingsmanagement. En vanaf dat moment zijn ook optanten
keer op keer met elke stap die gezet is op de hoogte gehouden van waar staan we als gemeente, welke stap zetten we, wat hebben we met elkaar gesproken, wat hebben we opgehaald en wat mag u van ons verwachten. Dat is een continu proces, dat loopt vanaf december jongstleden. En het tweede wat we hiervan geleerd hebben, dus schade schande wordt je ook daarin wijs, dat we het hele proces in het vervolg in eigen hand moeten houden. Dat we geen externe meer moeten gaan inhuren om namens ons als gemeente zijnde de gesprekken aan te gaan. Voorzitter, als ik een vraag ben vergeten, hoor ik dat graag, maar in eerste instantie tot zover. Wie meldt zich voor de tweede termijn? De heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Heel veel vragen zijn inderdaad beantwoord. Ik zeg niet dat daarmee alle onvrede weg is, integendeel. Want nogmaals, ik heb ook niet geleerd voor architect of stadsbouwmeester, maar als ik dit beeldkwaliteitplan, en u heeft de plaatjes gezien, ik heb er net al aan gerefereerd, voor ogen kijk, dan is dat toch ook een vorm van verwachtingsmanagement door de juiste plaatjes te gebruiken, zeg ik dan maar even. En dat is toch wel redelijk recent vastgesteld. En dan komen we bij de vraag die ik nog heb wat dat betreft. Want wat ik er misschien van zou leren als ik in die positie zou zitten is van waarom is het beeldkwaliteitplan zo laat in het proces? En dan denk ik van wat was wat dat betreft de planning voor het beeldkwaliteitplan? Wanneer is die exact afgegeven? En is dat dan, en misschien de vraag stellen is het antwoord geven, is dat dan ook in de juiste volgorde? Want ik denk dat we daarmee heel veel problemen hadden kunnen voorkomen. Tot zover, voorzitter. Mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Ik heb twee vragen. Wat is voor de wethouder belangrijker? De schop in de grond binnenkort of tevreden mensen? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is de wethouder ook bereid om te kijken naar uitzonderingen? Dank u voorzitter. De heer De Jonge. Ja, voorzitter. Ik ben wel een beetje verrast over de druk die de wethouder aangeeft. Van in maart moeten we het bouwrijp maken. Dat sluit ook wel een beetje aan bij de vraag van waarom dat beeldkwaliteitsplan zo laat gepresenteerd wordt. Maar als je zeg maar zegt van ja, we hebben het verwachtingspatroon niet aan verwachtingsmanagement gedaan. Volgens mij hebben we de lat dan te hoog gelegd vanaf het begin. En dan kan de wethouder wel zeggen van ja, ik ben er niet bij geweest, dat klopt hè. Maar eigenlijk, en dat klinkt misschien heel flauw, heeft hij er wel een verantwoording in deze. Want zijn ambtenaren zijn er wel bij geweest, voorzitter. Voorzitter, wat dan de vraag bij mij opkomt is van wat kunnen we eraan doen? Want ik vind dat we ook een verplichting hebben naar onszelf toe. Want als de grond daar braak blijft liggen, dan krijgen we in de toekomst een behoorlijk financieel probleem. Dus wat mij betreft moet er wat verkocht worden. We moeten daar geen Belgische tafereelen krijgen dat er allemaal schuurtjes en hutjes komen te staan. Wel binnen de normen. Maar wat kunnen we eraan doen om de mensen die nu zeggen van ons verwachtingspatroon is niet aan voldaan. Er zijn ons wel toezeggingen gedaan. Hoe kunnen we die nog tegemoetkomen? Hoe kun je als organisatie meedenken dat we die mensen toch tevreden stellen? En minder of meer vind ik dat ook een plicht in deze situatie van onze eigen als gemeente, vanaf de ambtenaren uit, om met mensen mee te denken, om te kijken wat de mogelijkheden zijn, in plaats van te denken in onmogelijkheden. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Nog even een paar puntjes wat ons betreft. Het is het CDA goed dat de wethouder dus opgevallen is dat het allemaal niet allemaal even optimaal is verlopen en dat hij daarbij ook naar de rol van de gemeente als zodanig kijkt. Maar wat het CDA betreft zit er nog wel even een spanningsveld. Een spanningsveld tussen een betrouwbare overheid, wat voor vertrouwen je wekt bij de bewoners en wat uiteindelijk de daadwerkelijke uitvoering is. En ja, er zit een spanningsveld, want er zijn 20 mensen die wel willen bouwen en 9 mensen die uiteindelijk zeg maar, daarvoor op wat problemen stuiten om het huis zeg maar, met de stadsbouwmeester langs te krijgen. Maar goed, wat is er dan voor nodig om in die individuele gevallen er toch uit te komen? Om uiteindelijk zeg maar, tot een win-win situatie te kunnen komen? Daar zou ik graag een antwoord op willen. Het woord is aan wethouder Ter Kuurst. Voorzitter, dank u wel. Ik krijg net via mijn secondant binnen dat 1-3... geen BMW's, dus ik stel voor dat we een en ander. De heer Bos nog.
Sorry dat ik u een korte, want het grootste gedeelte is al voor mijn voeten weggemaaid. Maar ik zou dan toch willen vragen, in dit specifieke geval wat ons ter oren is gekomen, dat er op basis van de kleur een voorstel is afgewezen, wat dan de waarde is op pagina 11 van de kleurstaal. Waarbij we linksboven toch duidelijk wel iets anders zien. En verder zou ik dan toch het wat aan willen scherpen. En dan toch praten over een hardheidsclausule op basis van gewekte verwachtingen. En dat is ook de betrouwbare overheid. We hebben verwachtingen gewekt. Kunnen we niet zomaar om procedurele redenen in de prullenbak gooien. Dan mag u nu wethouder. Dan in de herkansing. Dan werd ik net gesouffleerd. 1-3 is er geen BMW. Aan mij zal het niet liggen. En dan hebben we een BMW waarbij wel het schoren, maar niet het quorum aanwezig is. Dus het is ook al geen... even alle gekheid op een stokje. Een aantal zaken die net de revuebladen passeerden, zullen we even schriftelijk af moeten doen. Ik laat ook uitzoeken waarom het BKP nu zo laat is. Want dat was ook een terechte vraag van een aantal mensen hier. Normaal hoor je masterplan, beeldkwaliteitsplan en dan hoor je de sessies in te gaan. Ik laat even uitzoeken waarom dat hier in een andere volgorde is gegaan. Ik zal proberen om daar wat druk op te zetten, zodat u zo snel mogelijk die antwoorden daarop krijgt. Mevrouw Schunselaar, ik heb nu twee problemen. Want nu moet ik twee groepen tevreden houden. Namelijk die 20 mensen die heel graag willen beginnen. En als die zo snel mogelijk kunnen beginnen, is dat een grote tevreden groep. En een aantal optanten, 9 in totaal, waarvan ik zeg er 1 een voorlopige goedkeuring heeft van de stadsbouwmeester. Dus er zouden er nog 8 zijn. Hoe stel ik die dan ook tevreden? Ik wil nog een ultieme poging wagen om samen met de stadsbouwmeester op korte termijn met die mensen om tafel te gaan, om te kijken dat ze eruit kunnen komen. Indachtig het beeldkwaliteitsplan, zodat de stadsbouwmeester gehoord hebben de gevoelens hier in deze commissievergadering, met het BKP op het netvlies, toch kan komen tot een goede inpassing. Die inspanningen wil ik op me nemen. En als we daar iets meer tijd voor nodig hebben, dan zei dat maar zo, dan komt het maar niet terug over 2 weken hier in de raad, dan is het maar 14 dagen later. Die inspanning wil ik op me nemen. Want het is inderdaad zo, als je verwachtingen wekt, dan is behoorlijk bestuur ook dat je dat managt. Dus die toezegging, die doe ik hier. Ten aanzien van de kleur, meneer Mors, ik weet precies wat u bedoelt. Er zit een stukje roze in een van die kleurstaaltjes. Ja, er zit op een van die pagina's er zit een stukje roze en juist een roze kubus, zou niet kunnen. Dat zijn kleurstalen die zo op die manier uit de printer komen. Maar leg het nu alsjeblieft neer bij de stadsbouwmeester. Die man die heeft er echt verstand van. En die zal echt wel roze van gebroken wit kunnen onderscheiden. Maar mijn toezegging is tweeledig. U krijgt de gevraagde informatie schriftelijk. Ook ten aanzien van waarom het BKP zo laat in dit stadium. En nog een uiterste inspanningsverplichting samen met de stadsbouwmeester. Met die 8 à 9 optanten om te kijken of ze er toch uit kunnen komen. Dat was hem, voorzitter. Ja, dank u wethouder de Keurst. Dan zit ik eigenlijk even met een probleem. Want u geeft aan van als het 10 maart niet kan, dan is het 31 maart. Volgens mij gaat daar andere mensen over. Dat terzijde. Ik kan het wel even. Ja, ik stel voor dat het als bespreekstuk naar de raad van 31 maart gaat. Kan dat ieders instemming? Oké. Goed, dan gaat het als bespreekstuk naar 31 maart. En dan mogen de insprekers, die dat willen, nog kort de commissie even toespreken. En kort is kort, meneer Huis. Ik heb begrepen dat u van de tijd bent, dus u mag mij onderbreken. Even een paar punten. Het woonteam is een geweldig team. Heeft ons enorm geholpen in onze beleving. Alleen het woonteam is zelf ook zeer verbaasd dat het beeldkwaliteitsplan met deze eisen vervolgens komt. Dat even over het woonteam. De wethouder die zegt van ik heb 20 mensen die hebben een optie. Maar realiseert hij zich wel of dat de optie is van een droomwoning of is dat de optie van een aangepaste woning?
Er zijn namelijk mensen waar de woning goedgekeurd is, maar die niet hun droomwoning is. En tuurlijk, als wij de woning aanpassen, zijn wij misschien nummer 21. Maar het is niet onze droomwoning. En ik begrijp niet dat u zegt van het beeldkwaliteitsplan, dat kan niet terug. Ik hoor hier van alle kanten medewerking dat men het beeldkwaliteitsplan wil aanpassen. Het gaat ook om de aanpassing. En die 20 mensen, die vallen helemaal niet buiten de boot. Want die zitten er dan ook in. Die zitten er nu in. Die zitten er dan ook in. Dus dat is het hele probleem niet. Ik denk juist dat die mensen, en daar denk ik dat er een groter probleem is, de mensen die in eerste instantie onder dwang of onder druk van de gemeente afgehaakt hebben, dat dat misschien een juridische procedure wordt waar meneer De Jonge op duidt, omdat die nu zeggen van ja, als het nu wel mag, had ik die kavel willen hebben. Ja, dat is een probleem. Maar dan kunt u nu wel zeggen van ja, sorry foutje, bedankt, hè? Even Apeldoorn bellen. Ik vind dat te zwak van de politiek om daar zo mee om te gaan. Ja, het verwachtingsmanagement, waar u sinds december verantwoordelijk voor bent, is begonnen in onze situatie, volgens mij in april, toen de eerste bijeenkomsten geweest zijn. En daar is al verwacht, de verwachting neergelegd, dat alles mocht. Ik hoor hier alle partijen zeggen dat bijna alles dat zou mogen. De excessen die er bij tussen zitten, die zullen denk ik reuze meevallen. En dan zeg ik, laat de inwoners van Ommen ja, hun woning bouwen die ze graag willen bouwen. En werk daar als politiek aan mee. En ik denk dat het u zou sieren als wethouder die van de praktijk is, want zo heb ik u wel leren ervaren. Ja, alles kan best doorgaan. En 1 juli kan die schop er best de grond in. Dat zal echt het punt niet zijn. Ja, dit zijn formaliteiten waarvoor andere mensen erbij betrokken worden. En dan hoop ik dat we straks alle 70 kavels, want het zijn 70 kavels. Wilt u nu afronden, meneer Huis? Ja. Ja. Maar ik ben benieuwd wat u zegt. Volgens, ja, mij nou, volgens mij heb u geen contact meer gehad. Nee, maar goed. Wat ons ook erg verbaasde, dat heb ik hier nog niet horen zeggen, maar dat wil ik toch nog wel meegeven, dat toen wij het beeldkwaliteitsplan kregen, bleek dat onze kavel, zonder dat wij daarvan wisten, een randkavel was. Ja, we wisten wel dat hij in de rand lag, maar dat hij bestempeld werd als randkavel, met daarbij ook nog weer andere eisen, dat heeft ons zeer verbaasd. Dus die mensen die nu akkoord zijn, zeg maar, die mensen uit die binnencirkel, zijn zeg maar twee cirkels, die mensen uit die binnencirkel, die zijn al snel akkoord, want die hebben, dat is dus al vrij snel met elkaar eens. Alleen die met randkavels... Met ons bedoelt u de familie Padoen? Ja, de meneer Padoen staat ook op die rand. Ja, ja, die staat aan de andere kant op de rand. Maar goed, ik praat nu even namens mezelf dan, maar meneer... Maar die zijn aan de andere kant op te nemen. Er zijn dus randkavels die dus, even zonder gekheid, die dus, want het is een serieuze zaak. Die randkavels die kregen dus in één keer de bestempeling. U bent de randkavel, dus u moet nog extra voldoen aan zwaardere eisen. Want zo zie ik ze wel, zwaardere eisen. En dat heb ik hier nog niet gehoord, maar dat wil ik toch nog eventjes gezegd hebben. Want toen hadden we de kavel al en toen hadden we de aanbetaling al gedaan. En toen zagen we dat. Dank u. De familie Zanding. Ik wou eerst een notitie maken. U zei dat het tot nu toe 1 afzegging was. Het is namelijk zo dat als je momenteel optiehouder bent en je zegt je kavel af, ben je je kavel kwijt en krijg je hem nooit meer terug. Het is dus zo dat die 9, of volgens u dan 8 mensen die bezwaar dan hebben ingediend, als het beeldkwaliteitsplan niet verandert, gaan die alsnog afzeggen. Als we momenteel zouden afzeggen, ben je je kavel kwijt, verandert het alsnog, kom je niet meer terug. Dat is eigenlijk een beetje een probleem wat er is. Daardoor blijven heel veel mensen hangen. Lijkt het beeld voor de gemeente op sommige momenten heel positief. En kan je het ook een beetje positief voorschetsen. Maar dat is dus niet zo. Ik had ook nog een vraag. U zei dat iets over ontginningsplan. Het huidige BKP, als je dat zal veranderen, dat komt er niet meer overheen. Dat kan je niet meer veranderen omdat er al een ontginningsplan ligt. Maar wie zegt dat een nieuw BKP niet met het huidige ontginningsplan in overeenstemming zou kunnen zijn? Dat is natuurlijk een conclusie die je nu direct sluit, maar dat hoeft natuurlijk niet per se zo te zijn. En ik had eigenlijk, meneer de wethouder, ik weet niet of ik deze vraag mag beantwoorden, maar ik was benieuwd, samen om tafel gaan, gaat dat erom dat je samen kijkt of je binnen het huidige bestemmingsplan een huis kan vinden, of word je daar... Eigenlijk zeg maar het huidige bestemmingsplan een beetje door de strot geduwd, om het zo maar eens te zeggen. Of ga je dan kijken of er alsnog mogelijkheden zijn om wel modern te bouwen? Nou word ik door de griffier ingefluisterd dat het niet de gewoonte is dat vragen worden beantwoord. Maar in het kader van dit proces wil ik toch de wethouder de gelegenheid geven om de gestelde vraag te beantwoorden. Dank u wel.
ten aanzien van het bestemmingsplan hier sprake van een beeldkwaliteitsplan. Mm-hmm. En ik heb gezegd dat ik bereid ben tot een laatste inspanning dat die 9 optanten met de stadsbouwmeester in gesprek gaan om te kijken of ze eruit kunnen komen. Ten aanzien van die kavels, dat weet ik niet, daar heb ik even ambtelijk advies over nodig. Van als je dan nu afhaakt of je hem dan kwijt bent, want dat was eigenlijk uw redenatie. Heel veel mensen blijven nu hangen, omdat we geven ze de optie terug. Dan krijgen ze wel hun €750 terug, maar dan zijn ze ook die optie kwijt en krijgen ze nooit terug. Dat laat ik wel even voor je uitzoeken. Dan krijg je bericht op als je even straks je e-mailadres achter wil laten. Ja, ten aanzien van de BKP heb ik gezegd, op het moment dat je geen beeldkwaliteitsplan vaststelt, dan geldt de welstandsnota van de gemeente Ommen. En die zegt ontginningslandschap. En die stelt daarbij een aantal opsommingen waaraan een bebouwing in een ontginningslandschap moet voldoen. En dat zijn de boerderijtypen vaak met een zadeldak of een wolfseinde aan de achterzijde. Oranje dakpannen, grijze dakpannen, rode of een bruine baksteen. Staat allemaal omschreven in de welstandsnota. En dat is juist wat we niet willen. En of we daar te laat achter zijn gekomen, dat weet ik niet. Dan zal ik ook de raad laten toekomen waarom dan nu die actie ten aanzien van de BKP. Doen we dus nu niks met het beeldkwaliteitsplan, dan moeten we hieraan voldoen. En dat is een mindere kwaliteit en dat willen we ook niet. Maar mijn toezegging staat dat we samen met de stadsbouwmeester bij die 9 bezwaarmakers gaan kijken, kunnen we eruit komen. Oké, dank u wel. Dan is het onderwerp vaststelling beeldkwaliteitsplan. Plan De Vlierbrink gepasseerd en gaan we over naar vaststelling afsprakenlijst raadscommissie 4 februari. Er zijn geen wijzigingen voorgesteld. Ik zie nu ook geen reactie, dan is dat dus vastgesteld. Dan gaan we verder met agenda punt 6, varianten draagvlakonderzoek zondagopenstelling winkels in Ommen. Wie wenst daarover het woord te voeren? Alle fracties. Dan begin ik bij de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Afgelopen zomer, de laatste vergadering voor de zomerreces, hebben wij het hier ook over gehad. Toen is besloten om een onderzoek te laten doen en te kijken hoe de Ommenaar en de ondernemer en de toerist hier tegenaan kijken, tegen mogelijke zondagsopeningen. Wij hebben toen ook al aangegeven dat onze voorkeur uitging naar een aantal koopzondagen. Nou, eigenlijk liever gezegd, laat het aan een ondernemer. De ondernemer weet heel goed wanneer die op zondag open zou moeten gaan en wanneer die niet op zondag open zou moeten gaan. Dus laat het eerst een tandje aan een ondernemer en aan de handelsvereniging en de ondernemingsvereniging. Dit onderzoek dat, wijst uit dat de meerderheid van de mensen die, die zijn geënquêteerd voorstander zijn van een zondagsopening. In een gemeente als Ommen met heel veel toeristen en recreanten is dat ook een logische keuze, lijkt ons. Als je dan een aantal varianten bekijkt die dan worden voorgeschoteld, dan gaat onze voorkeur in eerste instantie uit van de 12 koopzondagen, zoals daar ook in de variant C staat beschreven. Waarbij je denkt dus daarna aan de zomerperiode, in de voorjaars- en de herfstvakantie. Dan gaat het om een algehele openstelling, waarbij de ondernemer en de winkelier zelf mag bepalen of die wel of niet open gaat. Dat is natuurlijk volledig zijn eigen keuze. En daarnaast de supermarkten. Die vinden wij dat die gelijkgeschakeld moeten worden met de andere winkeliers. Zodat je dus voor iedereen dezelfde mogelijkheid hebt om op zondag open te gaan. Nou, voorzitter, tot zover de eerste termijn. De heer Bongers van de LPO. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, met de ervaringen van afgelopen jaar en hiermee gekoppeld het onderzoek van de INO Research onder inwoners, bezoekers en ondernemers is het voor de LPO duidelijk. Het was overigens al duidelijk, voordat het onderzoek, voor ons had het onderzoek dan ook niet hoeven te plaatsvinden. Natuurlijk is het van belang om te weten wat de inwoners en de bezoekers van de koopzondag vinden. Maar uiteindelijk gaat het erom of de ondernemers het zien zitten of de zondag om zondag open te gaan of niet. Er moet voldoende omzet behaald worden om dat rendabel te maken.
Die keuze zullen de ondernemers zelf moeten maken. Daarom is het ook niet aan de gemeente om te bepalen hoeveel koopzondagen er moeten komen. Dat is aan de ondernemers. Ommen kan zich onderscheiden, positief onderscheiden van de omliggende gemeente en voorziet hiermee in de behoefte van inwoners en toeristen. Daarom zal de LPO stemmen voor het volledig vrijgeven van de koopzondag. Wel pleit de LPO ervoor dat er een coördinerende rol van de HVO moet zijn. Iedereen moet weten wanneer zijn de winkels open en op welke manier. Ook is het van belang dat er wat te beleven is op de koopzondagen. Een koopzondag is meer dan een winkel op van het slot doen. Winkelen in Ommen moet een beleving zijn, een belevenis. En dat zal de LPO van harte ondersteunen. Dank u wel, voorzitter. De heer Masman van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. In het voorliggende raadscommissievoorstel wordt elke fractie gevraagd om met in achtneming van de uitkomsten van het onderzoek een voorkeur uit te spreken over een van de voorgelegde varianten. De fractie van de ChristenUnie zal dat doen, maar aangezien het onderzoeksrapport onderdeel uitmaakt van de besprekingen, zullen we deze ook meenemen in onze overwegingen. Meneer de voorzitter, wij hebben in aanloop van de enquête hebben we kritische vragen gesteld over de opzet van het onderzoek. Vooral als het gaat om het hoofddoel van het onderzoek, namelijk of het draagvlak is in Ommen voor de zondagopenstelling. Wij hebben daarbij aangegeven dat onderzoek naar draagvlak bij inwoners en de winkelier het allerbelangrijkste is. Bezoekers hadden wat ons betreft niet meegenomen hoeven te worden. Het feit dat er op het laatste moment een klein aantal ondernemers uit de horeca en toeristische sector zijn meegenomen, heeft voor ons minder waarde, omdat zij slechts een kleine groep vertegenwoordigen en bovendien een belang hebben. Zowel op 19 november bij de behandeling in de commissie als op 17 december in een rondvraag hebben wij aangegeven dat we de belangrijkste vraag missen, namelijk bent u wel of niet voor de koopzondag in Ommen? Die vraag is niet opgenomen in de vragenlijsten en dat betreuren wij ten zeerste. Dat gegeven leidt direct al tot verwarring. In de openingsvraag, hoe vaak men gemiddeld op zondag winkelt of boodschappen doet, antwoordt 58% dat men één keer per jaar of vaker dit wel eens doet. Met deze uitslag, meneer de voorzitter, kunnen wij helemaal niets. Het is verleidelijk, en de media doen dat ook, om te zeggen dat 58% van de inwoners voor de koopzondag in Ommen is. Echter, die conclusie mag je niet trekken. Je kunt de Ommenaren ook vragen hoe vaak ze per jaar naar de dierentuin gaan. En als ze dan 58% aangeven dat ze daar wel één keer of vaker komen per jaar, dan zal de conclusie toch ook niet zijn dat de inwoners van Ommen een dierentuin willen hebben. Wat we vervolgens ook zien is dat 49% van de Ommenaren, die dan wel eens winkelt of boodschappen doet op zondag, dat in Zwolle doet. De kans is groot dat deze inwoners helemaal niet zitten te wachten op een koopzondag in Ommen, omdat ze er heel doelbewust voor kiezen om in Zwolle te gaan winkelen. We zullen het nooit weten, want die vraag is niet gesteld. We hebben nog een voorbeeld waartoe dit kan leiden als je de vraag niet rechtstreeks stelt. In de laatste conclusie in het raadsvoorstel staat dat 25% van de inwoners vindt dat een koopzondag moet worden afgeschaft. Dit antwoord komt uit een vraag van hoe tevreden inwoners zijn over het huidige aantal zondagen. Echter, verderop in hoofdstuk 3 wordt de inwoner gevraagd hoe vaak hij de winkels op zondag open ziet. En daar geeft 36% aan dit nooit te willen. 36%, wat is hier nu de waarheid? Dat hadden we allemaal kunnen voorkomen als er gewoon begonnen was met de hamvraag. Deze verwarring maakt dat het gehele rapport een stuk minder geloofwaardig wordt. De conclusies in het raadscommissiestuk over evaluatie van de proefperiode hebben ons verbaasd en we hebben ons er ook aan geïrriteerd. Wij lezen 4 conclusies waarvan er 3 afkomstig zijn van de horeca-toerismeondernemers. Deze groep is zijdelings meegenomen in het onderzoek en krijgt hier de meest prominente plaats in het raadscommissievoorstel, alsof de rest er even niet toe doet. Het gaat hier om de mening van 5 horeca-ondernemers en 5 ondernemers uit de toeristische sector. Ondernemers met een belang. Hun mening zou van ondergeschikt belang moeten zijn, omdat we hier in de evaluatie van de proefperiode vooral op zoek zijn naar het draagvlak onder inwoners en winkeliers. En als we dat dan ook daadwerkelijk gaan doen, meneer de voorzitter, dan komen we toch tot heel andere conclusies. Uit het rapport, 54% van de inwoners, dus meer dan de helft van de Ommenaren, heeft geen enkele koopzondag bezocht. Tellen we daarbij de nieuwsgierige eerste keerbezoekers, dan gaat het zelfs om 50% van de Ommenaren die niet structureel deze koopzondag heeft bezocht. We vonden het ook schokkend om te lezen dat 3/4 van de inwoners geen enkele overige winkel heeft bezocht.
Mensen gaan dus op de koopzondag massaal naar de supermarkt om boodschappen te doen en slaan de overige winkels over. Bij de bezoekers is dat zelfs 90% die alleen maar in supermarkten komt. Ik hoop dat de kleinere ondernemers dit goed gehoord hebben, want het was nu hartje zomer en de gemeente heeft deze koopzondag zwaar gesubsidieerd met gemeenschapsgeld en ook de HVO heeft flink in de buidel getast om er alles aan te doen dit tot een succes te krijgen. Met dit dan als resultaat, wat als deze prikkels er een volgende keer niet zijn? 51% van de winkeliers heeft niet meegedaan. Nog eens 8% is afgehaakt na 1 of 2 zondagen. 21% van de winkeliers die meededen, deden dit uit noodzaak, omdat men bang was omzet te verliezen. 8% van de winkeliers die meededen waren overwegend negatief. 29% van de winkeliers die meededen gaven aan dat de zondagsopening een negatief effect heeft op de beleving van hun zondag. Meneer de voorzitter, dit zijn toch percentages waar je stil van wordt, over draagvlak gesproken. In het onderzoek worden de winkeliers die meededen ook gevraagd naar het effect op de omzet. 79% geeft aan dat de omzet gestegen is. Ten opzichte van wat, vroegen wij ons af, maar dat meldt het rapport niet. Als het simpel als additionele omzet wordt gezien ten opzichte van een normale week, dan had de volgende vraag moeten zijn of er ook negatieve effecten zijn geweest op de andere dagen. Die vraag is niet gesteld. En toch geeft het rapport daarop wel antwoord. Want 16% van de winkeliers die niet meededen, zagen inderdaad hun omzet dalen in die weken. We zien dus geen omzetstijgingen, maar we zien omzetspreiding. Ommen staat daar niet alleen in. Op bladzijde 7 van het rapport wordt ook bevestigd dat in veel gemeenten de omzet op de andere dagen afneemt, vooral op de koopavond. Ook andere onderzoeken die wij gelezen hebben bevestigen dat. De consument heeft niet ineens 15% meer om te besteden. Overigens wil ik ook opmerken dat uit andere onderzoeken blijkt dat ook vooral de supermarkten hun omzet zien stijgen ten koste van de kleine winkeliers. Wat we dus gaan zien is dat de kleine ondernemers veel meer uren gaan draaien, maar hun omzet in totaliteit zullen zien dalen. En dan hebben we het alleen nog maar over de omzet. En ieder weet van omzet wordt niemand rijk. Het gaat er uiteindelijk om wat je na aftrek van alle kosten onderaan de streep overhoudt. Dat is niet onderzocht. En als we dan in het onderzoek lezen dat vele inwoners en bezoekers de overige winkels links laten liggen, dan weten wij allemaal wie hier de lachende derde zal zijn. En als wij zouden besluiten over te gaan op koopzondagen. Meneer de voorzitter, alle succesverhalen te spijt over de zogenaamde drukte in Ommen, de leeggekochte schappen in de supermarkten en het enthousiasme van enkele horecaondernemers die breed uitgemeten worden in het raadsvoorstel. Ons beeld is een heel andere en we halen het allemaal uit hetzelfde rapport. Je moet het echter wel willen durven lezen. Meneer de voorzitter, ik kom tot een afronding. De fractie van de ChristenUnie is onaangenaam verrast door het doelgerichte raadscommissievoorstel wat bij dit onderzoeksrapport wordt gepresenteerd. Wie het rapport goed durft te lezen, trekt heel andere conclusies. Nog nooit heeft een onderwerp de samenleving zo gepolariseerd als dit onderwerp. Ook onder de winkeliers, ja zelfs hier tot in de raadszaal toe, waar wethouders moesten ingrijpen om een definitieve breuk in een coalitie ten nauwe tijd te voorkomen. Het onderzoeksrapport bevestigt nog eens die tweedeling. Dat maakt ook dat wij voorzichtig moeten zijn met het nemen van onomkeerbare beslissingen. En ik grijp hier nog even terug naar de vraag. Ik neem even een slokje water, want ik ben bijna op het eind. Ik wil hier toch nog even teruggrijpen naar de vraag van onze fractievoorzitter op 19 november vorig jaar, waar hij vroeg naar criteria. Wanneer kun je spreken van een verantwoordelijk draagvlak onder inwoners en winkeliers voor de koopzondag? Dat criterium hebben we niet gezien. Ik ken een hoogleraar die onlangs Ommen heeft gekarakteriseerd als een in de roots christelijk georiënteerde samenleving, waar veel ruimte is voor oog voor elkaar, rentmeesterschap en noordbeschap. Hij geeft een heel duidelijk advies. Blijf je onderscheiden in wat je hebt, wees er zuinig op en verkwansel het niet. Dat maakt je uniek en daarvoor word je gewaardeerd. Onze wens, meneer de voorzitter, is dat de winkeliers elkaar weer eens gaan opzoeken om te kijken of men gezamenlijk binnen de bestaande winkeltijdenwet tot een optimalisatie van de openingstijden kan komen. En ja, misschien moet dan de vrijdagavond eraan geloven. En misschien moeten we ook wel op de zaterdag langer open blijven om de wisselende toerist van dienst te zijn. Maar de nadruk moet liggen op samenwerking, want werkelijk niemand zit te wachten op nog meer versnippering. En dat zal absoluut gebeuren als we overgaan op koopzondagen.
De fractie van de ChristenUnie kiest daarom op basis van religieuze overwegingen, maar ook op basis van sociaal-economische overwegingen, in de volste overtuiging voor optie 1. Tot zover. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ja, er is in een kort tijdsbestek uitvoering gegeven aan het vorig jaar ingediende amendement, waarin we vroegen om een breed onderzoek. Draagvlak onderzoek waarbij er ook gekeken werd naar de maatschappelijke effecten, naar het openstellen van de winkels in Ommen op zondag. Brede doelgroep is meegenomen, wat ons betreft, betekent dat ook het amendement is uitgevoerd. En als CDA-fractie hebben we kennis genomen van de resultaten van het onderzoek. Als CDA doen we op dit moment geen uitspraken over de verdere uitwerking van de voorgestelde varianten door het college. Daar hebben we nogal wat nare ervaringen aan overgehouden vorig jaar. Dus wij wachten de uitwerking van het college af. En wij zullen tijdens bespreking in de gemeenteraad als CDA-fractie inhoudelijk ingaan op de resultaten van het onderzoek en de visie van het CDA op de zondagopenstelling in de gemeente Ommen. Dank u wel, voorzitter. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, moeten we toch twee dingen van het hart. Allereerst even richting een vraag aan de heer Bongers. Want meneer Bongers zegt van dat het onderzoek voor hem niet uitgevoerd moet worden. Maar als ik het amendement voor me zie liggen, dan heeft hij het wel mede ondertekend en voorgestemd voor het onderzoek. Dus daar zit volgens mij wel een stukje verschil in. En wat mij zeer betreurt, voorzitter, is de insteek van het CDA. Moet me ook wel van het hart. Ik wil niet helemaal terug naar 2 juli was het volgens mij, juli. Want ook daar had ik een beetje mijn zakken vol van die dag, laat ik maar helder uitspreken. Maar het verbaast me dat een partij die het voortouw heeft genomen om een amendement in te dienen voor een draagvlakonderzoek en er nu een helder, een klip en klaar draagvlakonderzoek ligt en ook de resultaten klip en klaar zijn, dat hij zegt dat hij nu geen sturing wil geven aan de richting. Voorzitter, voor de VOV is één ding zo klaar als een klontje. De uitkomsten van het onderzoek kunnen we, met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we alternatief 1 doorstrepen. Voorzitter, en als je verder kijkt naar het onderzoek, maar ook de 4 dagen hebt meegemaakt afgelopen zomer, waar eindelijk reuring was in Ommen. Dus dat is in tegenstelling van wat ik met alle respect van de ChristenUnie. Maar er was eindelijk reuring in Ommen en ik was blij dat er ook geld geïnvesteerd was daar. Want dat heeft ook wel toegeleid dat er wat meer mensen kwamen. En wat mij betreft doen we dat de volgende keer weer om meer mensen naar Ommen te trekken op die zondag. En zo de horeca en de winkeliers van een goede omzet kunnen voorzien. Voorzitter, en als je dan kijkt naar het totale pakket zoals het voorligt, de uitkomsten van het onderzoek en de resultaten van de afgelopen vier zondagen, dan blijft er voor ons maar 1 punt over en dat is punt 2. En ik zou zeggen van het voorstel punt 3 past daar precies binnen. Als de HVO vindt dat er een x-aantal zondagen de winkels van hun leden open moet zijn, dan is alle vrijheid aan hun om dat met hun leden te bespreken. Maar ik zou alle vrijheid laten aan elke ondernemer om de keuze te maken wanneer zij het winkel open hebben. Dat voorkomt ook, voorzitter, dat wij hier in de toekomst weer hetzelfde debat gaan voeren. En daar heb ik, moet ik eerlijk zeggen, en mijn fractie geen enkele behoefte aan. Wat ons betreft komt er een verordening waarin staat dat iedereen de winkel open mag hebben wanneer die op zondag, wanneer die dat zelf wenst. De heer Mors. Oh, mevrouw Bernas. Dank u wel, voorzitter. We hebben het rapport gelezen, wij vonden het helder, dank daarvoor. D66 is en zal altijd een voorstander zijn van het beleid dat als de ondernemer zelf wil investeren in een onderneming, het zelf moet kunnen bepalen wanneer zij open willen zijn. En D66 zal dat niet blokkeren. Wij hebben wel even wat vragen gekregen over waarom er het de mogelijk is en wat is de regel erop dat een winkel op een recreatiecentrum wel open mag zijn op de zondag en de winkels in het centrum niet op dit moment. Wat is daar het verschil in? Vanuit het rapport kwam goed naar voren dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. En dat er de wens ook ligt. De zondagopenstellingen moeten wel nut en rendement opleveren voor Ommen, dat is belangrijk. We lezen in het rapport dat een beperkte openstelling zeker in een toeristische gemeente als Ommen een toegevoegde waarde heeft. Maar hoe ziet het college dit straks in de praktijk? Want stel dat we straks besluiten om 12 zondagen per jaar de winkels toe te staan open te zijn. Wie besluit welke en wanneer? Dank u wel.
Mevrouw Lagas. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, er is al heel wat gepasseerd. Een van de dingen waar de VVD zich iedere keer maar weer over blijft verbazen, dat is de enorme drukte rondom het open zijn van winkels op zondag, ja of nee. Terwijl, u kent ons verhaal, er zoveel andere dingen gewoon open zijn op zondag al jarenlang. En ik kan me niet voorstellen dat mensen daar afstand van zouden willen doen. En ook daar werken mensen die misschien wel op zondag eens vrij zouden willen zijn. Kort en goed, de VVD is van nature natuurlijk een partij die zegt, wij gaan er voor een volledig openstelling van alle zondagen. Dat zit in onze genen. Wij zeggen, dat is belangrijk, ieder ondernemer moet een keuze maken. Maar u hoort meteen aan een maar, hoop ik, in mijn betoog. Want we hebben wel te maken met een onderscheidend type winkels in onze gemeente. Er zijn de kleinere winkels en er zijn de grotere winkels en de supermarkten. En wij willen wel heel graag, dat hebben we afgelopen zomer natuurlijk gezien, dat iedereen daarvan kan profiteren. Dus wij kunnen ons voorstellen dat de HVO zegt, wij zijn voorstander van 12 af te spreken koopzondagen. En volgens mij moeten we dat prima over kunnen laten aan de ondernemers om dat met elkaar af te spreken, welke zondagen dat dan zijn. Het is een toegevoegde waarde. Ik ben het dan absoluut niet eens met de ChristenUnie dat het geen toegevoegde waarde heeft voor de inkomsten van de ondernemers. Want daar waar je in de wijde regio mooi in Ommen nog wat kunt winkelen, komen heel veel mensen extra naar Ommen toe. Je hoeft het niet alleen te hebben van de vaste groep mensen die hier standaard klant zijn. En die aantrekkingskracht is in de breedte belangrijk. Niet alleen belangrijk voor de winkeliers in het centrum, maar het is ook belangrijk voor de mensen die Ommen gaan beleven en het ook als een toeristisch aantrekkelijk gebied zullen gaan ervaren. En misschien om die reden ook op andere manier van Ommen kunnen gaan genieten. Dus ik denk dat het een belangrijke toevoeging is voor onze gemeente. Ten aanzien van de keuzes. Nou, het is misschien een optie om in de verordening een kapstok te maken waarin de mogelijkheden ontstaan dat het college een vrijstelling kan geven op momenten, als je tenminste niet gaat voor alles vrijgeven, dat het college de mogelijkheid heeft om vrijstelling te verlenen op het moment dat er iets bijzonders georganiseerd wordt. Het Blaasorkestenfestival is natuurlijk al bekend. Dat zijn mooie momenten om ook de winkels open te laten zijn. Maar het kan maar zo zijn dat in de loop der tijden een ander evenement ergens in het voor- of najaar plaatsvindt en dat dan de winkeliers de vrijheid moeten hebben om open te gaan. Ik ben ooit een keer meegeweest met Soli naar Kerkrade. En daar waren ze rondom dat hele circus van dat wereldmuziekconcours, waren de winkels ook gewoon buiten de winkeltijden, de verordening gewoon open, omdat er zoveel volk in de winkels waren. En als ze dus in de stad waren. Dus op het moment dat je zo'n evenement hebt, zou dat mogelijk moeten zijn. En de laatste toevoeging die wij er nog bij hebben, ik denk dat het wat ons betreft is het prima wanneer de supermarkten aangeven dat ze alle zondagen open willen zijn, is dat wat ons betreft ook prima. Kortom, wij blijven erbij dat de ondernemers de keuze moeten hebben en als die met elkaar graag die 12 zondagen willen, omdat dat duidelijkheid geeft en in de planning voor de kleine winkels ook makkelijk is, dan bereidt u dat maar zo voor. Maar als het iets meer is, is het wat ons betreft ook prima. De portefeuillehouder, de heer Bouwmans. Dank u wel, voorzitter. Het kan denk ik kort, want het was vooral ook bedoeld om vanuit de raadscommissie een eerste indruk te krijgen bij hetgeen is aangereikt. Er is een vrij intensief onderzoek gedaan. Nou, daar is door een aantal commissieleden ook aan gerefereerd en ook een waardering aan gehangen. Daar heb ik goed naar geluisterd. Daar heb ik ook goed kennis van genomen. Daar kunnen we ook ons voordeel mee doen als college. Voor wat betreft de vraag vanuit de fractie van D66. Het schijnt zo te zijn dat in het verleden de wetgeving mogelijk heeft gemaakt dat recreatiebedrijven een keuze hadden voor een zondagsopenstelling, dat er in Ommen in gefaciliteerd is. Maar dat heb ik net aangereikt gekregen, het antwoord. Dus ik zal het nog even doorvragen. En daar zal ik bij de behandeling in de Raad, als dat nodig is, nog wel wat uitvoeriger op terugkomen. Maar ik heb in ieder geval begrepen dat dat zo zit. Zou het zo zijn dat het college u voorstelt om over te gaan tot koopzondagen 12 of 52? Dus dat zijn de opties 2 en 3. Wie beslist dat dan? Dat zou dan aan de orde zijn voor wat betreft de variant waarin er een aantal zondagen open is. Ik denk dat we in de verordening dan ook moeten opnemen hoe dat dan gaat. Er zit natuurlijk een voorschotje in als je voor die 12 zou kiezen hoe je dat dan doet. Dus dat is dan feitelijk het zomerseizoen, 2 weken voorseizoen en 2 weken naseizoen. Nou, ik denk dat we daar dan, als dat al de optie zou zijn, wel uitkomen. Dat lijkt me niet zo'n probleem. Ja, en overigens heb ik heel veel gehoord, voorzitter. Dat is heel verrijkend voor de discussie in het college. En ik denk dat wij wel met een voorstel kunnen komen richting de raad. Iemand nog behoefte om in tweede termijn te reageren? De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er werd een vraag aan ons gesteld, dus die willen wij heel graag beantwoorden.
Door de gisteren nu werd al terecht aangegeven dat dit een heel gevoelig onderwerp is in Ommen. En dat we met z'n allen moeten proberen dat er een polarisatie en een tweedeling gaat ontstaan. En wij hebben daarom ook een heel wel overwogen standpunt. En toen het amendement ter sprake kwam op initiatief van het CDA om te kijken, laten we een onderzoek starten onder de inwoners, onder de bezoekers, onder de ondernemers. Nou hebben wij daar inderdaad mee ingestemd. Want wij vinden het belangrijk dat iedereen wel een kans krijgt om zijn of haar mening te geven en zoveel mogelijk draagvlak te krijgen. Dus vanuit het oogpunt van doe het samen en probeer er samen uit te komen, dat is het belangrijkste argument om voor het amendement te stemmen. Dank u wel. Meneer Masman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Twee kleine dingetjes. Ik wil misschien toch nog vanaf deze plek proberen of ik het CDA zover zou kunnen krijgen of zij toch hun mening zouden willen geven in deze. Want er wordt toch naar een optie gevraagd, dus ik ben toch wel nieuwsgierig. En de tweede opmerking die we op plaatsen is dat het gaat om het feit dat Ommen zo uniek zou zijn als hier de winkels op zondag open zouden gaan, dat we alsof we van heinde en ver mensen zouden aantrekken. Dat is heel erg kort termijn denken. Op het moment dat de winkels hier op zondag open gaan, dan zul je zien dat in een randgemeente of volgend jaar of over 3 jaar zullen daar ook gewoon de winkels op zondag open gaan. En dan is die impuls dus gewoon weg. Ik denk wel dat we met z'n allen gewoon verder moeten kijken dan alleen de komende 2 jaren. We hebben het hier over een onomkeerbare beslissing. En dan is het lekker maken met omzet van mensen die van buiten afkomen is gewoon een illusie. Dat gaat op een gegeven moment gewoon weer weg. Tot zover. De fractie van het CDA die heeft een vraag te beantwoorden. Dank u wel, voorzitter. De spanning stijgt, geloof ik. Kijk, het heeft wat ons betreft veel meer te maken dan alleen maar het kiezen van een variant. En wat dat betreft even een reactie op de heer De Jonge. Wij gaan wel degelijk sturing nemen, maar die bespreking gaan we met elkaar doen in de raad. En daarvoor kiezen wij als CDA niet in de commissie. Dus daar hebben wij wijselijk gezegd om dit keer niet voor varianten te willen gaan. Maar wij gaan voor onze eigen visie. Dank u wel. De heer De Jonge. Ja, voorzitter. Tranen in mijn ogen. Want eigenlijk als je... Ja, alsjeblieft. Want eigenlijk ben ik het wel met mevrouw Bakelaar eens. Want er is geen keuze. Er is maar 1 keuze mogelijk als je het ziet. En op advies van het CDA is dit onderzoek voor €15.000 gedaan. Dus vandaar. Ik wil, voordat ik mijn vraag aan het college ga stellen, ook even naar de ChristenUnie toe. Ik zou met de woorden die in de tweede termijn zijn uitgesproken de ChristenUnie-fractie willen adviseren om eens te gaan kijken bijvoorbeeld naar Borne en Losser. Die het voortouw hebben genomen om open te gaan terwijl Hengelo en Oldenzaal dichtbleven. En nu binnenkort gaat Hengelo toch weer voor de tweede keer open. Zijn tussendoor een tijdje dicht geweest. Maar Borne blijft toch op de koopzondag een zeer actieve plek waar heel veel mensen naartoe trekken. Dus de argumenten die de ChristenUnie aangeeft, die zijn wat mij betreft met deze ervaring not done. Voorzitter, en dan vraag aan college. Want er zijn nu een aantal dingen aangegeven van een stukje richting. Ik hoorde de portefeuillehouder zeggen van het is voor mij helder. Nou, voor mij is het nog niet zo helder. Was het maar zo. Maar wel de vraag van wanneer kan het college de nieuwe verordening in de raad presenteren? En wanneer kunnen we hier dan met het CDA het debat over voeren? Want ik heb eigenlijk, of mijn fractie heeft eigenlijk weinig zin om hetzelfde proces te doorlopen als vorig jaar. Dat we bij het sluiten van de markt op 2 juli hier staan en dat er weer allerlei trucage overhoop gehaald worden om de koopzondag maar tegen te houden. Dus de vraag is wanneer kunnen we het hier inderdaad behandelen en een debat erover voeren. De portefeuillehouder. Nou, ik denk dat het college zo de komende weken dus tot een afronding van dit proces moet komen aan onze kant. En dat we dan in maart u een voorstel uiterlijk moeten kunnen aanreiken, zodat u in maart de discussie kunt voeren. Voorzitter, dan een kleine interruptie. Dan zorgt u ook voor eenheid in het college, dat we niet met hetzelfde meemaken als 2 juli. Het woord is aan het college. Dus per definitie altijd eenheid in het college, dus dat komt helemaal goed. Daar hou ik u aan. Ik heb nog wel even een verduidelijkende vraag van in maart, maar wat wordt er in maart waar gepresenteerd? In de commissie of in de raad?
rechtstreeks naar de raad? 31 maart dan. Ja, ja, voorzitter. Nou, dat is dan 31 maart. Oké. Okay. Ja, 31 maart dit jaar hoor. Het gaat gebeuren op 31 maart inderdaad. Goed, dan gaan we verder met het volgende onderwerp. En ik zou de heer Bouwmans willen vragen om de aftrap te verrichten. En wat achtergronden te schilderen. En vervolgens in de commissie het verder aan de orde te stellen. Voorzitter, dank u wel. De griffie heeft mij verzocht om namens het college een korte toelichting te geven op het stuk dat vandaag op de agenda staat. En ik denk dat dat misschien wel verstandig is om dat inderdaad te doen, omdat we daarmee een klein beetje extra duiding kunnen geven aan de brief. Omdat de brief ongetwijfeld een hele hoop vragen oproept, die ik ook goed kan beantwoorden, maar misschien is met een korte toelichting wel al een hoop van de vragen in één klap te beantwoorden. Dat scheelt u ook weer tijd. Maar even goed voor de memorie. In 2012 is de start geweest van de bestuursdienst, ambtelijke samenwerking. Dat ging toen met name over kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. Ook, denk ik, in belangrijke mate vanuit het perspectief van Ommen, maar ook zeker voor Hardenberg. In die tijd is ook afgesproken dat er op enig moment een tussenevaluatie zou plaatsvinden. Dat is ook gebeurd in januari 2014. Daar is ook een aantal ontwikkelpunten geformuleerd. Heel concreet ging het toen om de aanpassing van de topstructuur. Nou, u weet dat ertoe heeft geleid dat onze beide gemeentesecretarissen ook tot de directie zijn toegetreden. Ook een verdere doorontwikkeling van de bestuursdienst. Vooral ook als het gaat om, waar werkt de bestuursdienst nou aan? Een organisatieagenda met wat ontwikkelsporen daaronder. Ook een vereenvoudiging van de GR-structuur. En ook gesprekken om op inhoudelijke thema's tot meer samenwerking te komen. Nou, volgens is in 2015 een aantal bijeenkomsten geweest van de colleges. Ik heb die zelf natuurlijk pas vanaf eind oktober meegemaakt, maar ook eerder in 2015 zijn bijeenkomsten geweest. Daar is ook in het voorjaar van 2015 het idee postgevat om een manifest op te stellen. Waarin ook over de positie van de gemeente gesproken zou worden. En dan met name vanuit, ja, waar staan we nou in de provincie Overijssel? Wat voor gebied zijn we nou? Welke regionale rol kunnen we als twee gemeenten met elkaar oppakken? En hoe zou je dat dan vorm geven? Nou, daar is een eerste stap gezegd, zou je kunnen zeggen. Vervolgens is in 2015 ook de eindevaluatie van de bestuursdienst geweest. Die kent u ook. En daar is nog een keer gezegd dat het goed is om dat manifest op papier te krijgen, of een manifest op papier te krijgen. Nou, dat is dus door de college opgepakt. Daar is vervolgens professor Hospes bij gevraagd. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Twente. Die heeft de opdracht gekregen om eens vanuit zijn visie en deskundigheid een verhaal te schrijven. Dat heeft hij ook gedaan. Dat heeft hij ook gepresenteerd aan beide colleges. Toen was ik inmiddels ook aanwezig. Eigenlijk wat mij in ieder geval, laat ik maar voor mezelf spreken, maar ik denk ook het college aansprak, is dat hij wat vanuit historisch perspectief met een blik naar de toekomst heeft gekeken van, nou ja, waar staan die twee gemeenten nou en hoe verhouden die zich tot elkaar? Nou, we hebben vanuit de samenwerking gezegd, god, het is eigenlijk een heel inspirerend document als je het zo leest. Het is overigens ook heel prettig geschreven. Dat is onmiskenbaar een kwaliteit die professor Hospes heeft. En we hebben gezegd, nou ja, dat is een mooie grondgedachte, maar wat gaan wij daar nou mee doen? Hospes heeft eigenlijk langs het themalijn mensen, maatschappij en ruimte en economie wat verkenningen opgeschreven. En wij hebben gezegd, nou ja, we zouden eigenlijk in 2016 dat een stap verder moeten brengen. En ja, hoe doe je dat dan? En wat is dan zinvol en tegen welke achtergrond doe je dat dan? Dat is alweer een wat verdergaande vraag. En eigenlijk hebben we het volgende daarop gezegd. Twee redenen. Eén is, als je nou de bestuursdienst wat efficiënter wilt laten werken, en efficiënt gaat over kwaliteit, maar ook over kosten, dan is het ook goed dat er meer gelijkenis is in de beleidsvragen die ten grondslag liggen aan de opdracht van de bestuursdienst.
Je merkt natuurlijk al dat bottom-up vanuit de ambtelijke organisatie regelmatig soortgelijke stukken worden aangereikt aan de politiek. Maar je zou het ook andersom kunnen redeneren. Dus op front veel meer kunnen kijken, hoe zouden wij dingen vorm willen geven, een proces willen sturen. Waarmee je nadrukkelijk kiest voor de eigenstandigheid van de gemeente. Maar wel kijkt hoe je in de aansturing en de opdrachtverlening tot meer eenduidigheid kunt komen. Dan helpt het ook dat je op een aantal betekenisvolle terreinen, in ieder geval als een verkenning doet op inhoud, of je daar ook gezamenlijke keuzes in kunt maken. Dat is de ene kant. Dus het zal tot grotere efficiëntie leiden in de ambtelijke organisatie. En de tweede is eigenlijk wel, als je die verkenning nooit doet, dan heb je ook nooit de plus van de samenwerking. In de zin van dat je ook niet kijkt naar wat is nou de meerwaarde van de ander ten opzichte van jezelf. En ik denk dat door dit proces in te gaan, we ook eens kunnen kijken wat kan inhoudelijk Hardenberg verder voor ons betekenen. Wat kunnen we daarmee doen? Het is nadrukkelijk geen opdracht wat het college betreft om tot een herindelingsproces te komen of een bestuurskrachtonderzoek of wat dan ook. Misschien is het ook wel goed om nog eens hier te herhalen dat er weliswaar een waarnemend burgemeester zit, maar dat hij ook van niemand die opdracht heeft gekregen. En als u daar anders over denkt, dan hoor ik dat ook graag vanavond. Dan heb ik ook niet zo om over na te denken naast de koopzondag de komende weken. Maar volgens mij is dat helemaal niet aan de orde. Dus ook maar meteen even die schroom wegnemen of dat gevoel wegnemen dat het daarover gaat. Dat is niet aan de orde. Maar ik denk wel dat er meer uit de relatie met de buurman te halen is. En dat is anders dan de gezamenlijke organisatie waar we trots op zijn. Waar ook nog wel wat aan te doen is. Maar ik denk dat dit een goede stap is waar we met elkaar naar kunnen kijken. Maar het is ook heel interessant om te horen wat de raad daarvan vindt. Dat horen we natuurlijk graag vanavond. Ook met name omdat ik denk dat als je dit goed wil doen, dat het ook wel gewoon goed is om ergens een gezamenlijk traject om met de raden te doen. Om ook te kijken, hoe kun je dat gesprek met de samenleving aangaan. We hebben de laatste bijeenkomst met het college van Hardenberg ook gezegd. Als er nou één thema is wat ons allebei aanspreekt, bij de college aanspreekt, is dat vitaliteit. In wat brede zin. Vitaliteit gaat dan over eigenlijk het sociaal domein. Dat gaat ook over economie, arbeidsmarkt. En waar kun je dan de cohesie opzoeken? Waar kun je elkaar versterken? Kun je daar het gesprek ook over aangaan? Maar nogmaals, het is een samenwerking, een goede vorm van samenwerking, maar wel met nadruk ook op eigenstandigheid. Voorzitter, ik kan er nog veel meer over vertellen, maar het is misschien goed dat de raad ook wat terugzegt. Wie wenst hierover het woord te voeren? Dan begin ik met de heer Mors. Dank u, meneer de voorzitter. Uiteraard de eerste vraag die bij D66 opkwam. Wat was nou het doel, nut, noodzaak van dit bestuurlijk manifest? We begrijpen nu dat het meer intern gericht is binnen de organisaties. Want de andere vraag die wij hadden, wat is er eigenlijk mis met Vechtal? Daar is al zoveel in geïnvesteerd miljoenen in de regio. En er wordt nu weer een nieuwe regio gecreëerd, namelijk het land van Ommen en Hardenberg. Is dat nodig? En waarom is er dan ook niet gekeken, iets breder, onder andere ook richting Dalfsen? En de laatste vraag is eigenlijk, wat is de verhouding met het te ontwikkelen toekomstbeeld van Ommen 2020-2030? Dank u zeer. De heer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, allereerst moet ik even kwijt dat wij in eerste instantie zeer verrast waren toen wij via de media, alhoewel de wethouder in zijn mededeling heel kort gememoreerd heeft naar het manifest, dat we zeer verrast waren dat er in de media zo uitgebreid over gepubliceerd is naar aanleiding van het persbericht. Nou, met een beetje hulp van de Griffie werd ons geheugen ook weer een beetje opgefrist van wat er op 1-10-2015 hier besproken is. Alhoewel wij eigenlijk, moet ik gewoon heel eerlijk bekennen, niet zo erg in de diepte gegaan zijn bij de evaluatie van de BOH op dit onderwerp. Ja, voorzitter, en we hebben kort geleden gesproken over samenwerkingsverbanden en rol van de gemeenteraad. Nou, daar heeft de VOV-fractie aangegeven hoe we er tegenaan keken. Maar in dit verhaal geldt het voor ons driedubbel. En ik ben blij dat de portefeuillehouder aangeeft dat het geen enkele opmaat is naar
een fusie, hè? Want dat is namelijk wel het eerste wat je in de gemeenschap van Ommen hoorde, maar wat ook eigenlijk wel een beetje bij ons opkwam. Maar wat ons betreft blijft Ommen zelfstandig. Maar houden wij zeker als gemeenteraad grip op datgene wat er uit dat manifest misschien in de toekomst uitkomt. Dus de rol en de besluitvorming, de kaderstelling zou ik haar zeggen, de grenzen zou ik graag hier willen bepalen. En er zijn zeker heel veel onderwerpen. En in mijn optiek is dat in het verleden ook wel gebeurd. U heeft er zelf al eentje aangegeven. Maar we hebben ook wel eens gezien in deze raad dat er een soort copy-paste heeft plaatsgevonden met stukken die hier gepresenteerd werden. Ik zou in ieder geval ervoor pleiten en vragen aan het college om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad niet buitenspel staat. Ook niet in de opmaat hier naartoe, maar dat we zeker zelfstandig blijven en de kaders opstellen waarbinnen we gaan werken binnen het manifest. Want we zijn, je kunt economisch werken. Daar ben ik zelf van overtuigd om geld te verdienen met die bestuurlijke samenwerking. Maar we hebben wel onze zelfstandigheid. We hebben onze eigen winkel hier in Ommen te runnen. Ik heb nog wel een vraag, voorzitter, ook over dat opstellen van dat manifest. Want wat er bij ons opkwam is eigenlijk van, wie heeft het budget daarvoor vastgesteld? Of is dat binnen een budget van Hardenberg betaald? Wie heeft het budget vastgesteld om dit onderzoek te doen en de professor Geert-Jan Hospes in te huren en het rapport te schrijven? Nou ja, goed, hoe verder hebben we al een beetje gelezen. Dus ik hoop dat wij als raad niet buitenspel gezet worden. Dat is eigenlijk mijn hoofdopmerking. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Het land van Ommen en Hardenberg. De portefeuillehouder gaf er net aan dat wij als raad gevraagd zouden hebben om een dergelijk manifest. Ja, ik kan me echt niet heugen dat we daar daadwerkelijk om gevraagd hebben, voorzitter. Dus ik ben heel erg benieuwd wanneer dat dan was. Of het geheugen laat mij echt in de steek. Kijk, het bestuurlijk manifest opgesteld door professor Hospers is een prettig leesbaar stuk met een aantal waarheden als een koe, kan je wel zeggen. Dus we herkennen ons wel in het stuk. Alleen, we vinden wel dat we ook te laat op de hoogte zijn gebracht van dit stuk. We hebben het ook gelezen in de krant en dat is jammer. En u geeft aan, het is een inspiratiedocument. Nou, ik denk dat dit inspiratiedocument de inwoners van Ommen nog niet precies de inspiratie geeft die u wellicht voor ogen had. Want er is best wel veel onrust en u geeft gelukkig zelf wel aan dat dit geen voorloper is van een fusie tussen gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg. Want veel mensen denken dat wel. Dus het is goed dat u dat aan heeft gegeven zojuist. We hebben nog wel een paar vragen als CDA-fractie en enkele opmerkingen. Want u heeft er net wel iets aangegeven over het proces, portefeuillehouder. Alleen, u vraagt ons eigenlijk in dit stuk ook om een soort van commitment te geven op het proces. Maar welk proces hebben we het dan over? Want ik snap het niet helemaal meer. Want komt er dan een uitvoeringsprogramma? Of hoe gaan we dan te werk met elkaar? Nou ja, een aantal collega's hebben het ook al gevraagd. Van, ja, wat is dan de waarde van een manifest? Hè? Of had het ook gewoon afspraken met elkaar kunnen zijn op basis waarvan we nu ook samenwerken? En nou ja, collega van D66 zei het ook al, we hebben namelijk ook nog een ander proces zelf voor de boeg als Ommen, namelijk ook de visie Ommen 2030. En hoe versleutelen we dan het een en ander aan elkaar? En u gaf het al aan, portefeuillehouder, dat we nog wel met de gemeenteraad wellicht van Hardenberg ook om tafel gaan zitten. Want als dit dus een gezamenlijk document is, dan lijkt het me ook logisch dat je daar in gezamenlijkheid over gaat spreken. Maar het verbaast ons in die zin ook wel, los even van het ontstaan van het manifest, hè, dus de oorsprong vanuit de evaluatie van de BOH, hebben wij ook wel zoiets van, juist deze raad heeft altijd aangegeven, we hebben gekozen voor een ambtelijke fusie vanuit de drie K's. En we hebben gekozen voor allerlei andere vormen van samenwerking met andere organisaties, zoals in het Vechtal, maar ook daarbuiten. Hè, dus nu wordt er op toch een tweetal thema's, eigenlijk hele grote thema's, grote brokken, gezegd we gaan versterken met Hardenberg. Dat kan natuurlijk enorm goed zijn voor ons beiden, maar het zou natuurlijk nog krachtiger zijn als we ook binnen ons hele netwerk daar aandacht aan gaan besteden. En dat zou jammer zijn als het bestuurlijk manifest wellicht richting andere gemeentes een bepaalde indruk geeft van Ommen, die doet het alleen met Hardenberg. Dank u wel, voorzitter. De heer Veuring. Dank u voor het woord. Het land van Ommen en Hardenberg. Klinkt prachtig, klinkt idyllisch. Ik had heel meteen het beeld voor van een opa naast een haardvuur, knisperend haardvuurtje. Kleinkinderen eromheen met chocolademelk. En opa gaat een mooi verhaal vertellen over een heel idyllisch
beeld. Het land van ooit, dat gevoel had ik erbij. Misschien is dit wel het land van nooit. Misschien is dit wel het land van nooit. Dat is wat ik zeggen wilde. De overeenkomsten in het stuk die genoemd worden zijn vaak erg gezocht. Het zijn veel open deuren, het werd net ook al even genoemd. Veel van de gevonden overeenkomsten gaan bijvoorbeeld, ik noem een heel willekeurig voorbeeld, ook op voor Talsen in relatie tot Ommen bijvoorbeeld. Er zit het een en ander in aan doelredeneren. Sommige onbewezen stellingen zitten erin. Het is voor mij nieuw bijvoorbeeld dat het hier economisch beter gaat dan in Twente. Als ik de bedrijvigheid op de Rotbrink bekijk ten opzichte van een gemiddeld industrieterrein in Wierde of Hengelo, dan zie ik daar toch wat opmerkelijke verschillen. En dat onderbuikgevoel, het is goed dat de portefeuillehouder dat aan het begin ook benoemde, dat zit er toch ook bij onze fractie wel degelijk in. Hardenberg heeft daar een heel andere visie over dan Ommen. Wij delen de visie die net door de andere fracties is benoemd. Ommen is zelfstandig en kan dat prima blijven. Het onderbuikgevoel blijft omdat Hardenbergers, kijk maar eens naar de verkiezingsprogramma's van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, daar toch heel anders over denken. Tot zover in eerste termijn. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, er zijn al een aantal zeer zinvolle opmerkingen geplaatst door de verschillende collega's. En wij willen toch ook nog graag even hierbij stilstaan, want het proces, maar ook de inhoud. Er worden prachtige en lovende woorden geschreven over de gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg en de synergie en de samenwerking. Nou, uiteraard zijn wij ook voor samenwerking. En om dat nog verder te versterken, daar zijn wij ook voor. Prima. Maar ja, als je nou het manifest leest, dan hebben wij daar nauwelijks nieuwe gezichtspunten kunnen lezen. En de collega van de ChristenUnie zei het ook al, het is een beetje doelgericht geschreven. En als je dan toch zoekt naar synergie en naar punten waar je op kunt scoren, ja, dan kun je ook eens kijken naar andere samenwerkingen. En dan zou een samenwerking met een gemeente Dalsen wat ons betreft ook zeer zeker bespreekbaar moeten zijn. Ja, en dan kom je op de procedurele vraag van hoe... Wie heeft het geïnitieerd? Is het nu een zelfstandigheid van de BOH die op een gegeven moment gaat domineren en de raad erachteraan mag hobbelen? Of bepalen wij als raad van Ommen en de raad van Hardenberg wat er moet gebeuren en dat voert de BOH uit? Dus het zit toch ook wel een beetje vreemde volgorde. En dan ook nog over de bekostiging, maar daar zullen we het later over hebben. Dus ons verzoek is als wij een proces starten, dan willen wij het in ieder geval breder starten. Want al die pluspunten die in dit manifest beschreven zijn, die gelden niet alleen voor Ommen, die gelden niet alleen voor Hardenberg, die gelden zeer zeker ook voor de gemeente Dalsen en beter gezegd voor het gehele Vechtdal. Dus oogkleppen af en kijk eens wat breder naar samenwerking. En dan zien wij nog vele synergetische mogelijkheden. Daar wil ik het voorlopig bij later, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn al flink aantal vragen inderdaad revue gepasseerd. Het land van Ommen Hardenberg, waarom niet Dalsen Ommen Hardenberg. Het proces, de wijze van presenteren, wij laatst ook in de krant. Met een stuk op zich totaal niks mis mee. Manifest is inderdaad een verkenning van uitgangspunten en standpunten. Maar over die onderbuikgevoelens, ja, die leveren wel degelijk. En als je dan zo de manifest leest in de krant, dan is de gemiddelde reactie, en ik chargeer absoluut hoor, maar de gemiddelde reactie in Hardenberg is, nou, het zou eens tijd worden dat Ommen werd ingelijfd. En de gemiddelde reactie in Ommen is, het zal dan niet waar zijn dat dit weer voorbode is van een gemeentelijke herindeling. En soms kan het heel snel gaan. Ga maar eens bezoek brengen aan de inwoners van Lemmerenveld, want die kunnen u nog heel veel verhalen vertellen over hoe gemeentelijke herindelingen zeer plotseling tot stand kunnen komen. Voorzitter, tot zover de eerste termijn. Mevrouw Lagas. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is wel eens leuk als je in de volgorde van de agenda begint te lezen met het stuk zonder dat je de brief leest. En ik moet eerlijk bekennen dat ik over januari 2016 heen gelezen had. Dus toen ik Land van Ommen en Hardenberg las en ik begon met de tekst, toen dacht ik van hé, dat hebben ze vast van de HKO gekregen. Er stonden heel wat bespiegelingen in van hoe het landschap zich kenmerkt en wat er allemaal aan cultuur gebeurt in Ommen. En helemaal toen ik het stukje tegenkwam van de grote gezinnen. Ik denk, zie wel, dat is uit die tijd, want we hebben maar een gemiddelde van 2,4 in Ommen en landelijk is 2,2. Dus ik denk, nou, dat is echt uit die tijd. Het
even dacht ik, ik hoop dat het echt van nu is. Want dan gaan al die demografische ontwikkelingen die ons voorgeschoteld worden toch een veel betere kant op dan anderen misschien wel eens willen doen geloven. Dus wat dat betreft was ik wel verrast toen ik daarna de brief las die erbij hoorde. Ik denk, oh wacht eens even, het gaat over die samenwerking waar we het wel eens over hebben gehad. Die dus iets nodig heeft als startdocument. Ik zal verder niets over de rol van raad en dat soort zeggen, want er is al voldoende over gesproken. Maar het moet mij wel even van het hart dat het mij ook wel een beetje, ons in de overleggende schaduwfractie ook wel opviel van, hey, hoe verhoudt zich dat? Er is net ook al even aandacht voor gevraagd. Hoe verhoudt zich dat nou tot die visie die we nog met elkaar moeten gaan ontwikkelen voor onze gemeente voor de toekomst? En ik, straks kwam al in uw inleiding, portefeuillehouder, kwam al keurig netjes naar de vitaliteit naar boven. Ik denk, ja, daar heb je hem vitaal verder al. Maar ik begrijp dat ik heb nu een relatie met twee buurmannen en met Hardenberg, maar volgens mij is het ook nog veel verder dan alleen dat gebied. Ik denk dat wij wat dat betreft ook over onze eigen schaduw heen moeten kijken. Maar de inhoud waar het over gaat, hè, dus de focus leggen op een aantal kwaliteiten van het gebied, ja, dat is natuurlijk evident, maar dat beperkt zich niet tot de grenzen van het Ommense en het Hardenbergse. En dan zou ik er ook wel de uitdaging aan willen gaan. Kijk eens even iets verder. Dan dit. Maar want volgens mij haal je daar de meerwaarde uit. En anders wordt het misschien wat te eng. Maar ik ben reuze benieuwd hoe we hiermee aan de slag gaan. Want zoals mevrouw Bakelaar van het CDA aangaf, er zit geen uitvoerings iets bij. Dus hoe gaan we nou verder mee? En wanneer is welke rol daar nu relevant in? Maar in ieder geval, het had van de HKO kunnen zijn. Ik vond het een mooi stukje. Het was leuk te lezen. Het was leuk om te lezen. Wat me ook opviel. Toen dacht ik van, dat is wel van een late HKO. Dat was over die wegen. Want aanpassingen van dat en dat. En denk je, we zijn al in de besluitfase. En er staat nog iets in wat in de toekomst met wegen moet gaan gebeuren. En ik miste de bossen. Ik weet niet of jullie het misten. Maar het landschap werd beschreven en er kwam geen bos aan te pas. Ik denk, nou, volgens mij hebben we daar al eens hele discussies over gehad hier. Dus wat vind je dit te verkopen? Belangrijk. Het woord is aan de heer Bouwmans. Nou, laat ik de raad bedanken voor de aardige bespiegeling op dit stuk, voorzitter. Maar ik zal proberen ook nog op een paar punten in te gaan. Misschien toch richting de heer Mors. Het is niet een intern gericht stuk. Dat was zijn conclusie naar aanleiding van mijn inleiding. Het was in ieder geval niet zo bedoeld. Het is wel juist de bedoeling om het ook, laten we zeggen, de buitenwereld erbij te betrekken. Dus het is niet een ambtelijke notitie die ook ambtelijk zou moeten blijven. Maar het is wel iets waar we met elkaar een proces over af moeten spreken. Dus mevrouw Bakelaar maakt denk ik terecht de opmerking dat het niet helder is in dit stuk hoe we dat nou willen. En dat hebben we zelf ook al geconstateerd. Dus het leek in ieder geval de voorzitter van de gemeenteraad van Hardenberg en de voorzitter van de gemeenteraad van Ommen wel verstandig dat met beide griffiers tot een afstemming gekomen wordt hoe de raad er op een goede manier in betrokken kan zijn. Ook met inachtneming van de rol van de raad van Ommen en de raad van Hardenberg. En ook om daar ook aan de voorkant goed afspraken over te maken, zodat er in de loop van het proces ook geen misverstanden over ontstaan. En misschien ook wel, het kan van heel praktisch en klein. Hè. Je kunt soms ook kleine dingen met elkaar afstemmen tot wat grotere thema's zijn. Dus we moeten daar ook niet al te overspannen in zitten. Ik denk dat we gewoon de samenwerking zoeken op een aantal thema's ook tot een uitwerking komen. Die ook denk ik direct van toegevoegde waarde kunnen zijn. Maar u zegt terecht dat we ook nog met Ommen Motief 2.0 aan de slag moeten. Nou, dat is een belangrijk document. Een revisited, ik geloof niet dat ik hem het goede woord gebruik, maar daar gaan we natuurlijk dit jaar goed mee aan de slag, met een uitloop naar volgend jaar. Nou, dat proces moet ook vooral zijn gang krijgen, dat is ook uw proces, waar we ook hand en voet aan geven. Daarvan hebben we overigens de afspraak dat we daar in maart via de commissie participatie uit uw midden en het presidium kijken of we daar wat de goede toon en het proces in te pakken hebben, om te kijken of we daar dan ook mee verder kunnen. Nou, ik denk dat we op dat moment ook even goed moeten kijken hoe het een zich tot het ander verhoudt. Maar ik denk dat dat ook met name de discussie is die gaat over, nou, wat voor rol heeft Ommen nou in de regio? Nou, is voor iedereen die daar misschien wat somber over gestemd is. Volgens mij werken we op allerlei fronten met allerlei verschillende partners samen. Soms is dat de regio Zwolle, soms is dat de regio, soms is dat in IJsselvecht verband.
Soms, zoals we deze week hebben gemerkt met breedband, is dat opeens met Twentse gemeenten. Dus ik denk dat we daar ook als Ommen prima onze eigen weg in vinden. Maar het is nu eenmaal ook onomstotelijk zo dat we een aantal jaren geleden gekozen hebben voor een ambtelijke fusie met Hardenberg. Dus dat je op een aantal punten ook gewoon heel goed naar Hardenberg kijkt, is ook niet zo heel raar. En met name ook tegen de achtergrond van waar ik mee begon te vertellen, dat je ook in de aansturing van je organisatie de efficiëntie wat wilt zoeken en nog verder wilt verbeteren. Maar dat laat onverlet dat wij om ons heen kijken. Overigens begrijp ik de begeerigheid richting Dalfsen. Een aantal van u heeft dat wat uitgesproken. We zijn dinsdag in Dalfsen geweest. De liefde is niet geheel wederzijds, kan ik u vertellen. Ook gewoon in alle eerlijkheid, omdat in Dalfsen een hele andere discussie loopt. En daar eigenlijk gewoon gezegd is van ja, wij redden ons nog prima als gemeente. Dus wij hebben gewoon helemaal niet zo de noodzaak om met anderen samen te werken. En dat heeft niks met antipathie tegen Ommen te maken, maar meer dat vanuit die gemeenschap en die gemeente ook die behoefte niet bestaat. Of heb je dan al direct bijna over een bestuurskrachtterminologie en ook herindeling. Dat is wat ons betreft helemaal niet de discussie. De discussie ook niet in Ommen aan de orde. Dit gaat puur om te kijken of je op een aantal inhoudelijke punten elkaar gewoon kunt versterken en ook misschien kunt helpen. Nou, die verkenning willen wij doen. Overigens ben ik me terdege bewust van het feit dat in Hardenberg misschien wel andere ideeën leven dan in Ommen. Misschien wel politiek, misschien wel in de samenleving. Maar dat wil ik hier ook wel gezegd hebben in de contacten die wij met het college van Hardenberg hebben. Is dat niet het thema waar we het met elkaar over hebben. Dus het is niet zo dat de vier collegeleden van Hardenberg, de drie van Ommen de kamer uitkijken en denken, nou, we redden het ook wel zonder jullie, lever de sleutel maar in. En dan komt het ook wel goed. Dat is absoluut niet de sfeer waarin wordt samengewerkt en ook niet in de aansturing van de bestuursdienst. Dus dat wou ik in ieder geval nog maar gezegd hebben om ook eventuele misverstanden op dat punt weg te nemen. De rol van de gemeenteraad, de heer De Jonge, nou, die is heel belangrijk. Hè. Ik denk dat we daar dus bij stil moet staan, maar daar deed ik net een procesvoorstel voor en dan komt dat ook goed aan zet. Ik vind het belangrijk dat u daar een positie in heeft en uiteindelijk als er iets wordt vastgesteld wat een beleidsmatig karakter zou hebben of een visiekarakter, ja, dan moet u dat vaststellen. En als u niks vindt, dan doet u het niet. Ja, zo simpel is het ook. Volgens mij, u bent hoogst orgaan in de gemeente Ommen en dat blijft u tot de laatste snik. Dus u bent gewoon de baas. Behalve op een aantal punten waar de burgemeester de baas is, maar goed, dat geheel terzijde. Mevrouw Baaklaas zegt ook, hebben wij hier nou om gevraagd als raad? Ik denk niet dat u expliciet dit zo besteld heeft, dus mocht ik die suggestie hebben gewerkt, dat is niet de bedoeling. Ik heb wel geprobeerd te zeggen dat op een aantal punten wel gemeld is dat er een manifest zou komen. Het woord manifest doet iets groots vermoeden. En als je nou kijkt wat het eigenlijk is, we hebben gewoon een afspraak gemaakt om een aantal dingen met elkaar te gaan doen. En daaronder ligt een document, nou, dat heet manifest, wat van professor Hospes is, wat ons heeft geïnspireerd tot het maken van afspraken. Nou, zo moet u dat zien. Dan nog even richting de heer Bongers, want die maakt zich wat zorgen wie nou of de bestuursdienst niet al te leidend is in dit proces. Dat is niet aan de orde. Zo is wel zo dat vanuit het budget van de bestuursdienst de kosten zijn betaald. Maar voor zover ik dat nu net even heb kunnen nagaan in alle snelheid was dat minder dan 4000 euro. Dus dat hadden we niet het gevoel voor dat dat allemaal via de hele weg terug zou moeten naar de gemeenteraad. Dus dat was wel gedekt en voorzien. Nou, er valt nog veel meer over te zeggen, voorzitter. Ik denk dat het gewoon goed is om die processtappen te maken. Dat hier ook voor te leggen of dat akkoord is. Dus even die verdere uitwerking. Dan ook al een beetje een indicatie te geven van welke punten zouden we dan op kunnen pakken. Dan dat hier nog een keer te bespreken, dat kan prima in de commissie. En dan al dan niet aan de slag te gaan. Als u dan zegt, nou hou er maar mee op, waardeloos. Nou, dan is dat ook helder. Maar goed, vooralsnog denk ik niet dat dat de uitkomst zal zijn. Wie van de commissie wil hier nog op reageren? De heer De Jonge. Ja, voorzitter, want de portefeuille houden die managed, hè, daar hebben we al eerder aan de orde gehad vandaag, de verwachtingen hier heel erg, hè, van het wordt geen fusie met Hardenberg. Kort geleden zat ik met een oud-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, die nu baas is van Dallas in de trein, en die zei, blijven jullie lekker in Ommen, hè, die was er klippen klaar in. Maar de ChristenUnie gaf het ook al aan, in Hardenberg
We hebben een aantal gezamenlijke bijeenkomsten gehad. Daar zijn ze in de raad. U zegt BMW is niet zo. Maar de gemeenteraad en de politieke partijen die zijn er wel klip en klaar. Want die zouden graag morgen Hardenberg om willen inpakken. Dus ik, de vraag aan u is van hoe ziet u dat? En hoe gaat u de verwachtingen daar managen dat we dat niet gaan doen? En dat wij de pertinent hier in Ommen niet willen? De heer Mors. Ja, dank u voorzitter. Ik haak even in toch over de opmerking die de portefeuillehouder maakte over de liefde die niet geheel wederzijds was in Dalfsen. Maar we zitten wel met dezelfde issues. Dus zoals verkeer, vervoer, scholen, buitengebied, glasvezel, etcetera, etcetera. We hebben wel dezelfde issues. En ik heb mij ook laten vertellen dat het geld bij de gemeente Dalfsen echt tegen de plinten opklotst. Dus misschien zouden we nog daar een kans in kunnen zien om een beetje voor daarvan gebruik te maken. Dank u zeer. De portefeuillehouder, de heer Bouwmans. Ja, voorzitter, ik denk dat na de inbreng van de D66-fractie de verloving helemaal niet meer doorgaat. Had bij dinsdag nog een beetje zo'n verhaal over onze eigen financiën, dat het toch allemaal redelijk vergrijpt. Nou, dat is nu helemaal klaar, maar goed. Nee, maar het onderwerp is het manifest, hè? Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, maar natuurlijk moet je op inhoud samenwerken, ook met Dalfsen. En we hebben dinsdag ook geconstateerd met Dalfsen dat een aantal thema's ons enorm verbindt. En dan gaat het bijvoorbeeld om verkeer. Denk aan de discussie die net gisteren overigens heel positief afgerond is. Compliment aan onze collega ter rechterzijde van mij over de verbinding naar Zwolle. Nou prima, hebben we goed samen opgetrokken. Breedband hebben we expliciet samen met Dalfsen gedaan. Zo zijn er wel meer thema's. Dalfsen is ook eerlijk in dat voor hun Zwolle een veel logischer partner is dan bijvoorbeeld Hardenberg. Nou, dat kan ik ook wel begrijpen als ik even zo daar naar kijk. Maar je moet ook niet zien, of u moet als raad ook vooral niet denken dat wanneer wij dit doen met Hardenberg, dat we onze ogen sluiten of met oogkleppen, dank u. Oogkleppen op naar anderen kijken. Dat is helemaal niet aan de orde. Dus laat ik die verontrustheid wegnemen. Ja, dan de heer De Jonge die eigenlijk mij vraagt om als een hoeder richting Hardenberg te gaan. En daar net zo duidelijk te zijn. Nou, we zaten twee weken geleden met het college van Hardenberg bij elkaar. En nou, we zaten zoals we met elkaar van gedachten wisselen. Als je dan kijkt naar het oppervlakte waar de bestuursdienst voor werkt, dan is dat, als je water niet mee zou rekenen, denk ik ongeveer het grootste oppervlakte waar één gemeentelijke organisatie voor werkt in Nederland. Maar het is uniek en bijzonder hoe zowel in Hardenberg, maar zeker ook in Ommen, het contact nog is met alle kernen en buurtschappen. En dat is echt een kwaliteit. Als ik nu zelf toevallig deze week zijn al die plaatselijke belangenvergaderingen. En ik heb het geluk dat ik een aantal mag bezoeken. Dat is heel erg leuk en heel informatief. Maar dan hoor je steeds terug hoe goed het contact nog steeds is met de gemeente. En niet alleen met de bestuursdienst, maar ook met u als gemeenteraad en met het college. En dat is een enorme kwaliteit. En ik weet, omdat ik natuurlijk wat bestuurskundige achtergrond heb en me daar ook wel in verdiept heb, dat voor veel heringedeelde gemeenten, grote gemeenten, dat niet meer zo'n vanzelfsprekendheid is en er allerlei constructies bedacht moeten worden om dat contact dan in stand te houden. Dus we moeten onszelf ook prijzen met de omstandigheid dat we hier dat goede contact hebben en nog steeds op een hele adequate manier met elkaar doen. Nou, en als je dat dan kijkt, dan doen we dat met maar 5 wethouders, nou ja, dan 2 burgemeesters. Maar goed, dat is op zich een heel overzichtelijk aantal. En ik denk dat Hardenberg helemaal om me niet nodig heeft om een hele gezellige en leuke gemeente te zijn die zichzelf prima redt. En omgekeerd ook niet. Maar ik denk dat in de samenwerking die we hebben gekozen, we absoluut wat aan elkaar hebben, dat het meerwaarde heeft. Ik heb hier ook eerder gezegd dat ik ook echt geloof in de kracht van de bestuursdienst. Ik zie ook nog wel verbeterpunten, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik denk dat we voor een goede vorm hebben gekozen en dat daarmee ook de bestuurlijke zelfstandigheid helemaal niet ter discussie staat. Ik ken ook helemaal niemand in mijn omgeving die tegen me zegt, wanneer hef je de gemeente nu op? Echt niet. Ja, het is misschien een teleurstelling, maar het is echt niet de vraag die me dagelijks bezighoudt of waar ik mee geconfronteerd word. Dus en misschien na vanavond, maar tot op heden niet. Dus het komt allemaal wel goed. En ik denk zo, meneer De Jonge, dat als u de troepen nou aanvoert, een busje huurt hier bij het lokale taxibedrijf, dan komt dat vast wel goed.
Maar volgende week dinsdag naar Hardenberg. Ze hebben een hele mooie publieke tribune. En maar even zonder gekheid, dat is misschien nog goed om te zeggen. Aanstaande dinsdag staat hetzelfde document op de agenda van de, ik dacht, raadscommissie in Hardenberg. Nou, daar zal daar over worden vergaderd. Maar ik denk niet dat daar het geluid heel sterk komt van in Leiden, die boel. Ik geloof het niet. Echt niet. Maar goed, ik heb me wel eens eerder vergist, dus we gaan het merken. Ik heb niet begrepen dat er iemand tegen het commitment is. Dus het college heeft het commitment om de eerste stappen te zetten. En daarmee zijn wij gekomen aan het einde van deze vergadering, want niemand had iets voor de rondvraag. En wij gaan om 20 voor 10 verder met de raadsvergadering.